Want je twintige, bij mij in ieder geval... Ja, tuurlijk. Is waar. Is heel cruciaal geweest voor mijn ondernemen. En ik weet dat er mensen zijn die misschien in hun 30 of 40 of 50ste pas hun onderneming en doorbraak maken. Weet je, maar ik geloof wel dat het een hele belangrijke periode is in je leven, je 20ste en 30ste. Absoluut. En hoe langer je die soort van studenten lifestyle en houdt. Wat dan ook. Welkom bij de podcast. Deze podcast is Selfmade Podcast. Hierbij heb ik een speciale gast. We zijn op een speciale plek. Ja. Met wie ben ik vandaag? Ja, nee, sowieso tof dat jullie er zijn. Ja, ik vond het gewoon vet. Ik heb dit laatst laten doen en het geeft gewoon wat meer sfeer. Dus ja, dus thanks dat jullie helemaal mijn kant op komen. Nice. Ik ben Anthony. Ik doe nu ongeveer 8 jaar YouTube. En ja... En ik ben opeens een ondernemer geworden eigenlijk. Oké, okay. Kijk, daar gaan we het over hebben vandaag. Ja, 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 ik ben heel benieuwd. Ja. Hoe ben je opeens... Want de meeste mensen kennen jou van fitness, van inderdaad van YouTube. Misschien wel gewoon vroeger. Maar wat doe je nu, zeg maar? Waar moeten mensen jou nu van kennen? En ja, waar ben je nu mee bezig? Ja, kijken ze nog wel. Nee, ik heb een aantal inkomstenbronnen. Ja. Online is dus ook zeker een groot deel daarvan. En ik doe ook dan personal training. Mm-hmm. En ook dus online schema's. En ja, het begon eigenlijk alleen maar bij het maken van YouTube-video's. Ja. YouTube-video's? Ja. En waar kwam die passie vandaan? Ja, goede vraag. Ja, ik keek heel graag Amerikaanse kanalen. Ja. En ik keek ook al stiekem een beetje hoe en wat in Nederland gemaakt werd. Mm-hmm. En er was één guy die wel een beetje zijn ding deed, maar die was toen gestopt. En toen dacht ik van, Anthony, jij moet dit doen, weet je wel. Ja, ja. Ja, en ik wou gewoon stiekem echt bekend worden. Ja, dat was het echt gewoon. Ja, ik vond het gewoon zo vet om die lifestyle van die gasten te zien. Ja. En hoewel geld niet mijn allergrootste drijfveer was, mm-hmm. was het wel zo dat ik een keer tegen mezelf zei, terwijl ik nog als instructeur werkte ergens, dat ik zei van, ik wil niet heel klein flatje voor de rest van mijn leven of zo, weet precies. je wel. Dus ik had dat wel gewoon, dat ik wel goed wil verdienen, maar niet per se wat sommige mensen wel hebben. Gewoon echt dat ze miljonair moeten worden of zo. Mm. Ja. Maar dat was niet per se de keuze om te gaan ondernemen dan? Ook ik het zo begrijp. Nee, zeker niet. Er was wel een moment tijdens het ondernemen of tijdens mijn YouTube-carrière dat ik dacht van zo, ik zou wel het liefst voor mijn 30ste miljonair hebben. Nou, helaas, ik ben 30. Het is niet gelukt. Nee. Dan komen we er wel. Ja, maar nog steeds. Ik ben ook iets anders gaan kijken op sommige dingen. Maar daar kunnen we misschien straks nog wel. Daar gaan we zeker straks voor kijken. Nou, misschien leuk om te weten van, wat zijn dingen waar je nu naar kijkt? Als we het daar toevallig over hebben. Zeg maar, wat zijn je doelen voor de komende jaren? Hoe zie je het nu? Ja, dus één ding eigenlijk wat ik ook wel verander is toch gewoon meer van de wereld zien. Ja. Dus, en meer doen in plaats van, ik wil dit of ik wil dat. Mm-hmm. Dus ik heb Mexico in het begin van het jaar gezien. Ja. Ik ben in mijn eentje naar Tenerife gegaan. En Dubai volgende week. Dus Dubai en Mexico had ik nog niet gezien, maar ik wil meerdere plekken zien. En dat kan ook gewoon een simpele stedentocht zijn. Maar sowieso dat uit de comfortzone met in mijn eentje reizen, vond ik al heel tof. Daar wil ik sowieso zeker iets meer over weten. Ja. Ik denk dat voor de kijkers, heel veel mensen gaan met vrienden, zijn een beetje bang om in hun eentje te gaan. Wat zijn de voordelen voor jou geweest om in je eentje te gaan naar Tenerife? Waarom was die keuze daar? Nou, sowieso omdat ik dus wel een beetje de vrijheid heb wanneer ik wil. Ja. En ook in principe, het kost natuurlijk ook wat een aantal keren op vakantie. Ja. Ik noem soms ook meer reizen, weet je wel. Omdat je dan nog steeds wel een beetje je online dingetje doordoet. Mm-hmm. Maar sowieso, dat was dus een ding dat zij niet mee konden. Dus, ik wou mezelf dus niet ervan weerhouden om dan niet weg te gaan. Yeah. En vorig jaar had ik het voor het eerst eigenlijk gedaan. Toen ben ik naar Boedapest gegaan. In eentje ook? Ja, een soort van. Maar ik ben toen naar een dame gewoon heen gevlogen. Uiteindelijk klikte dat niet eens. Maar het was wel lachen gewoon. Goed verhaal, weet je. Goed en verhaal. Ik was toch even een weekje in Boedapest. Leuke uitdaging, ja, ik wou gewoon even weg, weet je wel. Ja, dus... dat is wel nice, Nice. Ja. Maar wat zijn er nog andere landen waar je de komende tijd naartoe gaat, waar we je voor kunnen zien? In je vlogs misschien? Nou ja, wat ik dus wel heel interessant vind, is dat er sommige internationale influencers, en vooral fitness influencers, Mike Thurston en nog een guy, ik weet niet precies even zijn naam, maar die wonen dan gewoon in Dubai, weet je wel. Ik vind het wel interessant van, weet je wel, zij hebben toch de keuze gemaakt om bijvoorbeeld van Engeland naar daar te gaan. Mm-hmm. En daar is het wel heel goed om te connecten, weet je wel. Ja. Dus wellicht, weet je wel, dat ik ook een tijd daar zal zitten. Maar ik vind toch wel ook... Het eerst dacht ik wel van, ik ben echt een persoon die echt
per se zon. En wat doe ik hier eigenlijk? Ja, maar ik vind toch sommige dingen eigenlijk aan Nederland / Amsterdam echt heel fijn. Dus ik weet niet of ik echt helemaal weg zou kunnen. Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Ja. Van, zou jij ooit in Dubai, want ik weet dat Mike Thurston, die figuur, er zijn nog wat andere personen die inderdaad, ik volg die scene ook. Ja. Maar dat is dus geen, of er is een kleine kans dat je er ooit zou gaan wonen net als hun. Nou ja, mocht het echt zo goed zijn voor mijn business of de volgers, let's go weg. Ja, let's go. Maar in principe, nee, niet zo snel. Ja, en ik ben er ook nog nooit geweest, hè, Dubai. Ja. Dus ik kan nog niet zeggen of dat, Ik ben benieuwd. Ja, misschien kom ik nooit terug. Nou, ik hoor de meeste mensen die erheen gaan, die komen inderdaad, die willen gewoon niet terug. Die gaan er gewoon heen. Ja. Maar even terug op het gebied van ondernemen. Je had het over vrijheid, je had het over je tijd. Ja. Is dat iets waar je het ook voor koos? Toen je net begon eigenlijk die kant met YouTube, is dat hetgene wat jou dacht van, hierdoor ga ik ermee door? Dat is een goeie eigenlijk. Dat is eigenlijk iets wat ik ontdekte. Ja. Dat ik had daar niet eens over nagedacht. Toen ik begon ook met YouTube, toen had ik ook een beetje mijn ouders van, daar zit toch geen geld in, weet je. Dus ik kreeg niet helemaal die support of zo. Meer van mijn moeder dan mijn vader en zo. Ik was heel erg zoekende, maar uiteindelijk had ik natuurlijk gelukkig wel laten zien dat het een beetje, dat het gewoon winstgevend was. Ja. Maar wat was de vraag ook weer? Soms ben ik dat echt. Ja. Nee, maar waarom is hetgene de vrijheid die je met ondernemen krijgt? De vrijheid, je kan je dingen doen als je op vakantie bent. Ja. Dat is voor veel mensen wel echt het punt dat ze willen gaan ondernemen. Dat hoor je nu steeds meer inderdaad. Ja. En het is ook iets dus waar ik dus de laatste tijd veel meer besef van heb. Van dat ik dit gewoon kan nu gewoon, weet je. Dat je gewoon op reis nog steeds je geld kan verdienen. Ja. En dus, ik heb het met een paar mensen over gehad. Mm-hmm. Van, ik zou liever €4.000 verdienen en dan dus wel vrijheid hebben, dan dat ik keihard voor een baas moet werken voor 6.000 tot 8.000 euro. Ja, weet je? En nog steeds, 4.000 is heel veel geld al, hè? Natuurlijk. Ja, maar als ik zo moet kiezen, dan kies ik niet voor het geld, maar dan kies ik echt voor de passie en de vrijheid. Ja. Dus, dat is wel interessant. En toen je net begon met ondernemen, hoe oud was je toen? Eigenlijk, hoe oud was je toen je net begon met YouTube? 23. Toen had je een passie voor fitness. Dat is de reden waarom je daarmee begon. Ja, zeker. Ja. Toen had je een bepaald beeld voor je op dat moment, toen je net begon? Nou, het grappige was, ik was al eigenlijk eens een keer begonnen op mijn 22e met Facebook-filmpjes. Maar dat was het doorspoelen van mijn workout. En hopen dat het opgepakt en dat het viral ging of zo. Dat je echt gewoon... Ja, precies. Maar dat werkte toen niet. Nee, en dat was ook met fitness. Ik had op mijn 16e was ik begonnen met fitness. Ja. Toen was ik ook soort van gefaald. Toen was ik gestopt. Ik deed alleen maar biceps en buik en zo. En op mijn 18e had ik het toch nog een keer een kans gegeven. En toen ben ik wel echt serieus, ook full body, dat je je hele lichaam traint. Ja. Ja, maar op mijn 23 begon ik, Er is met YouTube. En waarom ben je begonnen met fitness? Zeg maar, ik hoor van heel veel mensen, meestal als ze gaan sporten, hebben ze een bepaalde reden dat ze gaan sporten. Onzekerheid, een slecht verleden, et cetera. Wat was bij jou de reden? Eigenlijk precies wat je zegt. Onzekerheid en een beetje een slecht verleden. Ik rookte en blowde ook hier en daar. Ja, ik kon zelf nooit draaien. Dus het was alleen maar als ik met vrienden was. Ja. Maar die gasten die moesten mij altijd hebben, zeg maar. Omdat ik dan niet voor mezelf opkwam. En dan was er een soort van een code of zo. En dan gingen ze met z'n allen op je armen slaan of zo. Een beetje beuken. En ik was altijd de lul, zeg maar. Ja. Maar er was wel één aardige gast die gewoon af en toe voor me opkwam. Dat is zo'n grote gast. Maar ik wist wel gewoon van, ik wil gewoon voor mezelf opkomen. Oh. Dus ik wou eigenlijk sterker worden. En en ik vond, mijn oom had vroeger best wel zieke spierballen. En ik was altijd al een beetje geïnspireerd. Van, oh, ziek, dat wil ik later ook of zo, weet je wel. Dus dat wel, ja. En zou je iedereen nu aanraden die zich nu ook onzeker voelt of een beetje op dat gebied hetzelfde verhaal? En dat er best wel veel mensen hetzelfde meemaken als bij jou. Dat aanraden om te gaan sporten? Sport sowieso wel, maar fitness gaat niet iedereen, het gaat niet voor iedereen zijn. Ja. En gelukkig heb je met fitness ook nog heel veel verschillende dingen, weet je, dat je buiten kan sporten, calisthenics, weet ik veel, weightlifting, powerlifting, en zelfs groepslessen, bijvoorbeeld ook voor dames of zo, al is het bodypump en je een beetje gewichten optillen, weet je. Ja. In principe is weerstandstraining echt zeker een aanrader, alleen als iemand anders gewoon liever bokst of wat dan ook, dan ja, maar ik zou zeker bewegen en dat gaat je ook zeker kunnen helpen, ook hier voor je mindset. Absoluut. Om succesvoller te worden. Ja, dat is een stukje, je bouwt een harde mentaliteit op door de fitness. Ja. En in principe, je wordt nu heel veel influencers zeggen van ga gewoon fitness, ga gewoon trainen, krachttraining doen. Maar je bent in principe daar een beetje tegen, zeg van ga, doe iets wat je leuk vindt. Zeker. Maar houd wel actief. Ik ben zelf niet algemeen succesvol, zeg maar, op school
verslagen schrijven wat tegen mijn zin. Ja. Ik kon dat niet. En ik zeg nog steeds tegen mensen van als we wel eens praten van, over bijvoorbeeld scriptie dit of dit, dan zeg ik altijd respect. Want ik kan dat gewoon niet, nee, weet je wel? Ik ook niet. Ja. Ja. En ik kan me wel af en toe een beetje over minder leuke taken heen. Dat hoort erbij. Maar dat moet in een beetje een balans zijn, weet je wel? Als het bijna allemaal nare taken zijn, dan is het. Dan wordt het lastig om dat echt vol te houden, weet je? Ja. En dat bij mij 20% of 30% editen was, dat kon ik wel gewoon nog volhouden, weet je wel? Ja. Want ik vind niet altijd editen leuk, maar als ik er eenmaal een beetje in zit, weet je, dan gaat het wel. Dan gaan we door. Klopt. Is er een moment geweest in jouw hele jaren dat je bezig was, dat je dacht van ik wil stoppen? Poeh. Ik denk dat heel veel mensen de harde kant van het YouTube-kant, content creator-kant best onderschatten. Ja. Met hoeveel werk er eigenlijk in zit. Ik heb je voor deze podcast ook natuurlijk wat vragen gesteld van hoe lang ben je eigenlijk bezig? Ja. Ik ben persoonlijk er heel benieuwd naar. Ja. Dat mensen het onderschatten. Maar is er een moment geweest waarvan je denkt van, ja, op dat moment wil ik eigenlijk niet door. Gewoon geen zin meer om. Ik had wel van die beetje dieptepuntmomenten, zeg maar. Ook dat ik bijvoorbeeld een beetje in herhaling viel of het voor mij voelde. Kijk, jij maakt bijvoorbeeld 400 video's. Ja. En van die 400 video's, je grootste fans kijken misschien 200 of 300. Maar jij hebt soms echt het gevoel van, dit heb ik al 3 keer gemaakt, weet je wel? Ja. Maar de grotendeels van de kijkers, die heeft dat misschien nog niet gezien of 1 keer. Maar toch zit dat in je hoofd, zeg maar, van, ik wil dit niet nog een keer doen of zo, weet je wel? Ook al staat het aan. Ja, ja. Zelfs dat soms. Ik heb het nog wel eens gewoon gedaan met calorie challenges of van die buikspierworkout. Ja, ja. En het mooie van die buikspierworkouts, ik heb echt de meeste views op van sommige, maar die zijn dan echt van 6 jaar terug. Mm. En die pakken dan nog steeds bijvoorbeeld 100.000 per jaar, weet je wel? Ja, dat video's van lang geleden, weet je wel? Maar nee, ik heb wel echt momenten gehad dat ik dacht, dat wil ik niet meer, zeg maar. En toen heb ik ook dus de switch gemaakt om ook kledingvideo's te maken uit passie. Mm-hmm. En daardoor uiteindelijk, omdat ik wat meer rust had van ik moet fitness plaatsen, kon ik door die combinatie nog doorgaan. Maar als ik dus niet luister naar mijn gevoel, dan had ik denk ik het niet vol kunnen houden met alleen fitness. Mm. En dat is ook iets waar ik heel veel vragen toen vroeger over kreeg, van waarom ben je gestopt met fitness? Ja. Was, of waarom maak je ook kledingvideo's? Het is soms moeilijk om jezelf tegen te houden als je weet dat je meer kan dan iets. Klopt. Weet je wel? En YouTube is gelukkig een groot platform waar van alle genres en niches in te vinden zijn. Ja, zeker, precies. Ja. En uiteindelijk ga je ook veranderen als persoon. De persoon van 8 jaar terug. Is dat niet meer hetzelfde als nu. Nee, precies. Nee, en toen wou ik nog, weet je, met iemand op een verjaardag heel lang praten over fitness. Maar als mijn DM's, dat is toch het erge. Heel veel, soms denken jongens of dames dat ik heel veel DM's van vrouwen krijg of zo. Of in ieder geval redelijk veel. Maar het is alleen maar mannen met hoe krijg ik snel een sixpack? Welke creatine en zo, weet je wel? En haarheid van dit. Allemaal. En die vragen worden zo herhaald, weet je wel? En ja, het is niet dat ik. Het is voor mij een kleine moeite om antwoord te geven. Maar het is gewoon helemaal. Je hebt gewoon zoveel vragen in DM gezien en beantwoord. Dat het uiteindelijk gewoon. En toen kreeg ik dus vragen uiteindelijk van, hé, waar heb je dat gekocht? Ah. En dat vond ik opeens wel weer leuke vragen, weet je wel? Ja. Dus dat gaf me weer even een beetje vernieuwing, verfrissing, weet je wel? Ja, en dat had ik gewoon nodig. Ja. Dus die kleding inderdaad, ik denk dat heel veel mensen jou nu zien met de kleding inderdaad. Ja. Is daar een daling in views bij gekomen? Of zie je nog steeds dat aantal views die jou volgden voor eigenlijk voor de fitness video's? Ja. Kijken die ook nog steeds even veel jouw kledingvideo's? Ja, goede vraag, man. Ik wacht even. Goede podcast. Hoor. Ja. Nee, ik heb bij het begin zag ik een beetje heel verschillen. Yeah. Ja, toen ik echt die switch maakte, toen pakte ze nog wel heel goed. Maar met ook heel veel haat. Want dan keken dus ook veel meer van de fitness people naar die video's met een gevoel van, waar kijk ik eigenlijk naar? Dus ik ga erop haten. Mm-hmm. Dus ik had nog best wel veel views, maar dan veel haat. En uiteindelijk heb ik nu wel wat meer de mensen die daar graag voor kijken en zo. Alleen zeker de views zijn sinds het begin flink gedaald. Mm-hmm. Maar uiteindelijk merkte ik wel, met bijvoorbeeld video's dus van 1,5 jaar geleden, dat af en toe kledingvideo's meer pakte dan nog weer van die fitnessvideo's. Oh, nice. Dus maar het is nog steeds moeilijk zo van wat werkt nou beter, weet je wel? En, kijk, mijn groot drijfveer gewoon voor het werk is gewoon echt uit passie en waar ik zin in heb, zeg maar. Ja. En het is niet altijd het beste,
Maar het maakt mij dan soms wel het gelukkigste als persoon. En ook omdat ik ze allemaal zelf moest editen. Ja. En ik vond het soms ook gewoon echt even veel leuker om dan die kledingvideo's uit... weet je, je ziet die blijdschap van als ik iets nieuws binnen heb. Ja. En ja... Maar gewoon de afwisseling was gewoon echt even perfect. Dat ik een beetje ook iedereen probeerde blij te maken. Dat is ook het moeilijk als content creator. Absoluut, dat je zeker. Dat dat aan je vreet. Van, en ik probeerde echt om de week dan een kleding en een fitnessvideo af te wisselen. Ja, dat was in de tijd dat ik nog keek inderdaad. Dat was in de tijd, toen had je een afwisseling tussen fitness en kleding. Ik was ook een, had ook wel een passie voor kleding. Ja. Vond dat wel nice. Maar waar is jouw passie voor gekomen? Voor de kleding, zeg maar. Pff, ja, dat is dus wel het grappige. Ik... Balenciaga's kwamen een beetje in en zo. Ja, ik vond gewoon die dure schoenen gewoon van helemaal vet of zo. Ja, ja. En uiteindelijk vandaar ging ik van wat sneakertjes halen, ging het steeds meer naar combineren van met andere kleding. Maar het begon bij mij heel erg bij designerkleding. Mm-hmm. En toen kreeg ik ook best wel vaak van die comments van ja, als jij designer draagt, heb je nog steeds geen stijl. En daar ben ik het best wel zeker mee eens. Want soms zie ik wel iemand die te hard probeert te flexen, weet je wel. Maar eigenlijk is het niet heel mooi gecombineerd. Mm-hmm. En dan heb ik meer respect. Mij trekt het meer als iemand gewoon meer nagedacht heeft over zijn outfit. En de prijs maakt niet uit, weet je wel? Ja, ja, ja. Maar hoe zie je dat? Hoe zie je dat iemand echt na heeft gedacht over zijn outfit? Combinatie tussen hoe het op elkaar weet je wel, valt gewoon. Ja. Maar ook gewoon de kleuren. Ja, de kleuren. Dat gewoon vooral. Nice. Ja, en ook of het een beetje trendy is gewoon, weet je wel. Hmm. Dus bijvoorbeeld nu zie je iets meer wijde broeken. En dan hou je dat ook bij persoonlijk? Gewoon dat je bijhoudt welke trends in zijn? Best wel, ja. Want het is gewoon ook een bezigheid voor mij gewoon om online te shoppen en gewoon bezig te houden en soms verlanglijstje, weet je. En als ik alles kocht wat in mijn verlanglijstje stond, dat was niet goed. Maar ik houd en kijk ook zeker in mijn vrije tijd steeds meer op YouTube, weet je, van die fitness, fashion video's naast fitness en andere. Ja. Hoe lang ben je nu al mee bezig met de fashion video's? Twee jaartjes, denk ik nu ongeveer. Ik denk dat ik toen ook video's heb gezien dat je toen eigenlijk dingen ging kopen en dan ging reviewen. Voor mijn eerste video's over kleding. Dat kan zeker, ja. Dat was echt wel een tijdje geleden, maar dat vond ik wel nice. Ik hield van kleding, maar ik kan begrijpen dat sommige mensen er minder van houden. Ja. Eventjes terug naar het topic. We hadden het over content creëren. Jij zei inderdaad van, soms is het niet handig om content te creëren waarbij je jezelf goed voelt. Ja. Maar in principe hou je het dan langer vol, toch? Ben jij een voorstander van consistentie of lange termijn nadenken? Dus dat je iets misschien iets wat minder views pakt, maar lang kan volhouden. Of iets tegen je zin doen, maar dan wel veel views pakken? Zo, dat is me een vraag. Dat is me een vraag. Ja, dan... Of je moet dan wat minder plaatsen en dan toch echt alleen maar op het pakkende, zeg maar. Ja. En dan af en toe dan... Weet je wel? Ja, en dan toch knallen. Ja, toch knallen. Dan, dat kan soms beter werken. Mm-hmm. Je kan het ook allebei uitproberen, weet je wel. Maar ja, als je zo'n draai maakt, dat is natuurlijk wel een riskante iets, weet je wel. Want niet iedereen gaat dat leuk vinden. Nee. Alleen als je merkt gewoon dat het haast niet meer te doen is wat je eerst deed. Ja. En dat je het echt met tegenzin, dan zou ik kijken wat werkt wel nog en hoe ga je dat aanpakken. Dus dan zou ik toch... Ik kan er niet helemaal juist, maar is of iets minder. Dat heb ik toen ook een tijd geprobeerd. Ja. Hè? Toen ben ik nog wel doorgegaan met fitness. Dat heb ik ongeveer een jaar lang kunnen volhouden. En dan heb ik dus gewoon maar één video per twee weken geplaatst. Mm-hmm. En dan een beetje... dat was het minder tegenzin dan omdat ik moest elke week één of twee video's, weet je wel. Ook qua idee natuurlijk, Dus dat zou ik eerst. Ik zou voordat je opeens denkt van... Klaar, geef jezelf iets meer rust. Alleen wat ik dan ook moeilijk vond, is een maand verdwijnen. Ik heb nooit laatste periode wel is, max 3 weken volgens mij. Maar ik heb nooit een maand opeens dat ik verdween of maanden. Mm. Je ziet dat best wel vaak op YouTube-kanalen, dat ze echt doodgaan. Omdat ze gewoon echt maanden niks uploaden. En dan komen ze weer van, hey, ik ben weer terug. Ja, zo'n welcome back video. Ja. En dan zie je toch dat uiteindelijk wel... Ja. Iets meer daarin gaan met het kanaal, ja. Ik heb je toevallig inderdaad gezien bij misschien een goede vriend van jou, Marijn. Die was inderdaad een tijdje weg. Oh, ja. Uiteindelijk weer terug. Ja, ik volg hem ook. Ook door, heel burn-out. Veel dingen. Heb jij daar, zie je daar meer mensen? Ik neem aan dat je een community hebt opgebouwd. Een netwerk hebt opgebouwd. Toen je video's ging maken met andere YouTube of content creators. Zag je dat veel om je heen? Jawel. Ja. Ja, ook gewoon niet per se dan vrienden, maar dat ik gewoon geabonneerd was op internationale kanalen. Ja, ja. En dat ik opeens zag van, hey, die is weer terug of zo. Ja, van, wie was het ook alweer? Ja, kijk, dat is zo gemeen, die comments hier. Who are you? Ja, mensen vergeten je snel online. Ja, dus ja, dat is... Ja.
Ja. Oké, dat is wel nice. Dat is, maar en eventjes, even terug op Marijn. Je hebt vroeger veel video's gemaakt. Ja. Hoe, eigenlijk, ja, meer een andere topic daarbij. Hoe invloedde, zeg maar, YouTube leven jouw coaching? Want in principe, jij bouwde naast bekendheid op door jouw door YouTube. Ja. Je gaf fitnessvideo's, tenminste je deed fitnessvideo's en je kreeg bekendheid om die expertise. Ja. En dat beïnvloedde, neem ik aan, je coaching business, want je kreeg daardoor klanten. Ja. Maar nu je kleding mee gaan maken, hoe ziet dat nu? Ja, nee, dat is inderdaad. Kijk, gelukkig heb ik nog zoveel van dus die oude video's, wat ik al zei, dat die buikspieren of afvallen voor de zomer, die worden nog wel gecheckt, weet je wel. Dus daar komen nog steeds klanten van binnen. Maar in principe inderdaad, met die kledingvideo's heb je wel gewoon daarin wat minder conversie naar je website voor je schema's. Ja, ja. Maar wat ik wel dan had, is dat toch een paar merken, het liefst niet alleen maar om gratis kleding, maar dat ik ook al betaalde samenwerkingen deed met bijvoorbeeld het merk wat ik nu dan aan heb, zo'n Duits merk, Livfest, Die Young. Nice. Dat zij mij dat ze mij vonden, weet je al, omdat ik dus die kledingvideo's maakte in Nederland. En ze waren van Duitsland naar een winkel in Amsterdam uitgebreid. Want ze hadden daar al een aantal stores. En dan hadden ze toch mij en bijvoorbeeld Jos Silvio en nog een paar mensen als de Nederlandse influencers ingeschakeld, zeg maar. Om hier iets meer bekendheid te maken. En dat het, dus naast dat, weet je al, alleen maar dat financiële ging het nog wel door op andere gebieden. Ja, andere zeg gebieden. Maar, ja. Zien wij ooit een kledingmerk van jou? Ooit over nagedacht om een eigen kledingmerk te zetten? Zeker. Ja? Ik ben nog wel een beetje mee achteraan. en ben je bezig achter de schermen? Ja, cool. Ja, als je passie zo groot is, dan je hebt een bereik. Ja. En wat voor kleding zou je dan naar buiten brengen? Eerst dacht ik wat meer aan de matching sets. Ja. Want daar ben ik zelf ook heel erg fan ik van. Ook. En het is gewoon, het is gewoon makkelijk. Dus trainingspakken, sowieso slaat het ook wat meer aan bij de fitness people. Yeah. Maar echt gewoon wel iets unieks. Dus niet meer echt gewoon merchandise, weet je wel. Mm-hmm. Maar toch wel iets dat echt weer een beetje onderscheidt of zo. Van, en ook liefst wel een beetje kwalitatief. Kwalitatief, ja. Okay. Ja. Wat is je favoriete merk op dit moment, zeg maar? Welke, als je hebt over sets, voor mij heb ik een paar keer gezien een Palm Angels. Ik vind dat wel een nice merk. Ja. Ja. Maar wat is je favoriete merk op dit moment waarvan je denkt van dit is nice? Ook ondanks de prijs, het maakt niet uit. Oeh. Want heel veel dingen zijn, voor mijn gevoel, hebben een hoge prijs. Het is niet per se altijd mooi. Ja. Maar van een high-end dan toch wel Dior. Dior, Dat trekt mij meer dan Louis Vuitton of zo. Ja. En van de minder dure merken vind ik bijvoorbeeld toevallig eigenlijk maar één ding van hun. Maar Flaneur Hom hebben echt hele nice trainingspakken. Dat heet hun signature pak. Ja. En dat vind ik wel echt heel mooi, waar ik nog steeds naar zit te kijken in andere kleuren. Okay. Ja, maar in het algemeen, ik vind het heel moeilijk. Gewoon, ik kijk nu meer gewoon in principe naar de wat minder dure dingen, zeg maar. Want ik vind bijvoorbeeld Boohooman, het heeft echt shit kwaliteit soms. Ja, maar echt klopt. Hele goede designs. Ze snakken eigenlijk alles van een beetje die trends en zo. Mm-hmm. En ik heb sommige echt vetste dingen waar ik super vaak vragen van krijg. Van waar is het vandaan, weet je wel? Ja. En dat heb ik gewoon van Boohooman. En nu heb ik liever soms 10 shirtjes van 10 tot 15 euro van Boohooman. Ja, ja. Dan sowieso is dat niet mijn ding, om zo Louis Vuitton met tekst. Ik heb één keer zo'n Versace shirt met echt Versace en zo. Ja, ja. Die heb ik gelijk toen te heet gewassen. 100 euro weg. Heb ik hem weggegeven nog wel aan iemand die kort was. Heb blij gemaakt. Ja, maar was gelijk een les ook van, dat is niet mijn ding. Mijn stijl, weet je wel. Gewoon een merkshirt. Een merkshirt met opvallend. Ik zie dat ook steeds meer. Maar wat vind jij, dat is misschien een hele andere vraag. Maar je hebt 1-op-1 tegenwoordig. Ja. Je hebt echt, vind jij, als zeg maar 1-op-1 precies hetzelfde uitziet, maar het is wel nep. Ja. Zeg maar, zou je het dragen? Is dat iets wat verschil? Ook al is het misschien 400 euro goedkoper. Dat is het grappige. Daar ben ik dus best wel in veranderd. Ja. Sowieso van mening ben ik, zolang jij zelf real bent, weet je wel. En je zou niemand daarover judgen? Maar ik bedoel ook gewoon voor de gek houden. Hmm. Dus ik kijk ook wel eens van die diamond testing in Amerika, weet je wel. Zeker. En ik heb ook gewoon die neppe dingetjes, weet je wel. Maar ik zou nooit tegen iemand zeggen dat het echt is. Ja. Maar het grappige was wel, ik was een keer in de kroeg, zei van, hey, mooie ketting. Een van de eerste, dat is gewoon een goedkoop ding, hoor. Oh, echt? Ik dacht van jou, weet je wel. Diamond testing. Ja, klopt, weet je wel. Ja. Maar dus, en ik ben er niet meer echt op tegen. Kijk, op sneakers, omdat ik ze allemaal echt heb, zou ik dat niet doen. Ja. Weet je wel? Maar ik heb ook gewoon een goedkope zonnebril, weet je wel, voor een festival, wat dan niet, weet je wel, die 600 euro of 1000 euro, maar gewoon een goedkope die erop lijkt. Ja. Gelukkig staat er geen logo op, want dat is dan wel weer een beetje Ja, waar ik dan liever niet, weet je wel. Maar
Nee, ik heb er niks op tegen. En vooral als mensen... Het is ook eigenlijk gewoon... weet je, het is de stijl, toch? Ja, ja, het gaat om die stijl, ja, inderdaad. Stijl, ja. En het is eigenlijk ook vaak geen goede investering, weet je wel. Kijk, sommige dingen met sneakers, weet je wel. Ik heb sommige dingen ook gewoon doorverkocht met weinig verlies. Ik heb soms dingen... Ik heb zelfs een Palm Angels pak met winst doorverkocht... omdat ik het in de sale had gekocht, weet je wel. Nice. Dus ik ben gelukkig best nog redelijk goed dan af en toe met mijn geld. Maar ook ik heb echt domme aankopen gemaakt. Ja, wat is je domste aankoop tot nu? Daar ben ik heel benieuwd naar. Eentje waar ik wel steeds fijne is een Jimmy Choo schoen van €700. Ja. Weet je, ik ging opeens helemaal denken van... Oké, weet je, iedereen rookt Balenciagas. Ja. Ik ga anders zijn, weet je wel. Maar nu snap ik waarom je niet van die shit koopt. Nee, het was het gewoon niet, weet je. €700. Ik heb hem op, volgens mij, Marktplaats een keer voor €150 euro gezet. Niemand wou die tering ding. Ja, ik heb hem nog steeds, man. Dus ja. Als je... voor jou de Twitter. Nee, is echt... Nee, ik heb echt wel wat slechte aankopen. Slechte aankopen, maar voornamelijk om kleding. Maar naast kleding, andere slechte investeringen. Misschien een... je hebt nu... Ja, we hebben het over auto's. Je hebt een mooie auto voor de deur. Ja. Een auto als investering. Ben je daar een voorstander van? Dus hoe zie jij een auto als investering? Ja... Nee, in principe is het vaak niet zo goede investering. Maar volgens mij was er wel een artikel dat tegenwoordig tweedehands auto's wel meer waard zijn. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, dus en de auto die ik rij is zeg maar een hardtop. Mm. Dus en dat is best wel, ja, er zijn niet heel veel concurrenten van. Mm. En daar gaat niet, die is nieuw gekocht, zeg maar. Dus gaat niet heel veel geld vanaf. Natuurlijk, altijd als je de deur al uitrijdt, ben je al een stuk kwijt. Maar het houdt nog best wel wat waarde, zeg maar. Maar het is niet de beste investering. Niet de beste investering. En ja, je ziet het wel bij de influencers. Is het af en toe wat meer een marketing ding, ja, natuurlijk. Absoluut. Ja, dat wel. Maar daar deed ik het ook niet per se voor. Maar ja, het is... Ja, over marketing gesproken. Je was 3-4 jaar geleden was je heel booming. Ja. Als ik het even... Ja, als ik het niet goed heb... verkeerd heb gezegd. Zeker, ja. Maar hoe zorgde je ervoor dat je zo booming werd? Ik denk dat voor heel veel content creators momenteel... Ja. Willen weten van hoe kom ik nu? Ja. Word ik een nieuwe Anthony? Zeg maar, van drie, zeg maar, hoe word ik dat nu? Ja, precies. Weet je, en wat was jouw geheim toen? Of wat was de truc op het moment? Was er gewoon weinig concurrentie? Of had je een bepaalde strategie die je gewoon volgde? Ja, sowieso. Dus concurrentie was een ding, zeg maar, naast nog minder creators op YouTube. Ja. Was er ook nog geen TikTok. En nu gaan mensen weer wat meer voor die korte video's. Ja. En wat ik toen heel veel deed, was ook gewoon dames af en toe in de video, weet je wel. En ook gewoon, ik weet nog wel een video, zeker. En daar kwam meer kritiek op, weet je wel. Van, oh, Anthony is awkward of oh, dit en dat. Ja. Maar het was wel echt gewoon, het zorgde voor reacties, weet je wel. Ja. En ik had dan een tijd dat ik date met een meisje. En zij vond het ook juist leuk om een beetje... En ik had haar ook gewoon, nu ik erover nadenk... Voor mij heb ik die video's zo gezien. Met Eva, ja. En die had ik gewoon, door mij... Gewoon mede dankzij mij kwam zij in no time naar 30.000 Instagram-volgers. Ja, nou, ik heb nog wel eens andere mensen mee samengewerkt. Ik heb ook met Daan toen, die ook in een korte tijd naar 10.000 volgers ging. En dat voor een man. Dat ik wou net zeggen, het verschil tussen man en vrouw is... Qua hoe snel ze groeien. Klopt, dus 3 keer toen. En het was niet heel veel verschil bij mij met hoeveel meer views ik toen pakte. Ja. Maar dat sowieso. Dus ik deed sportdates en dat. Dat pakte al. Toen werd er ook nog eens ingebroken. Ja, dat maakt je weer een soort van relevant. En dan had ik ook dat ik weer met Mobisa wat ging filmen. Ja, dus ik was gewoon constant... Je kon niet echt om me heen, weet je wel. En dat zie je nu natuurlijk ook bij andere creators die dat goed doet. Maar uiteindelijk had ik ook een beetje tegen mezelf gezegd van... ik heb niet meer zo zin om te moeten samenwerken weet je wel. Om de views te pakken. Precies, want het is dan soms moeilijk, weet je wel. Ja. Gewoon van, je hebt het aan de ene kant al een beetje geproefd, weet je wel, van die views. Ja, van de views, en uiteindelijk doe je gewoon meer het omdat je het leuk vindt. En tuurlijk, financieel of wat dan ook, motiveert ook wel, maar... Ja. Ik weet niet, ik ging toen even iets anders denken gewoon. En hoewel dat me dus zeker nu wat minder relevant heeft gemaakt... was dat gewoon mijn moed. Maar ben je nu gelukkiger? Even, zodat ik je onderbreek, maar ben je nu gelukkiger dan toen? Doordat je nu zeg maar wat minder aandacht krijgt, dus wat meer privacy neem ik aan. Ja. En ook wat minder druk misschien op jezelf. Klopt. Nu meer rust, meer dat je gewoon even wat meer vrijheid voelt. Ik heb daar wel ook van genoten, zeg maar, inderdaad. Ja. Alleen wat ik dan wel had, was gewoon die successen toen. Ja, dat gaf me toen zeker wel echt een beter gevoel dan... welke ik nu niet per se tel voor mijn YouTube-prestaties, weet je wel. Ja, dus kijk, ik heb wel gewoon de voldoeningen bij bijvoorbeeld met personal training... of gewoon mijn online business...
Met schema's heb ik nog steeds genoeg mensen, weet je, die ik help. En in het echt is het altijd wel leuker dat je je PT-klant ziet veranderen. Maar op YouTube-gebied, ja, heb ik niet meer dat ik weer tegen mijn moeder zeg... Hey man, mijn laatste video heeft 100.000 views. Ja, dat is alleen met een calorie challenge van vorig jaar. Maar ik heb die 100k niet meer even aangetikt. Dus ja. Nee, dat is... ik ben wel echt zeker nog steeds, weet je al... ontwikkeld, zeg maar. Dus ik, als ik terugkijk naar toen, zie ik nog steeds wel gewoon van, weet je, ik sta beter in het leven qua, ik denk nog steeds, nog steeds beter. Niet per se op het dat YouTube-achtige, zeg maar. Ja, ja. Maar wel gewoon in het andere, dat ik... Andere aspecten. Ja, ook gewoon met kritiek omgaan, weet je. Echt, heel veel mensen zeggen van, het maakt me niet uit wat mensen van me vinden. Mm. Maar dit heb je echt in een bepaalde levels, weet je? Je wanneer je al denkt van, oké, die kritiek, dat boeit me niet. Ja. Het boeit je toch nog wel enigszins, weet je wel? Ja, en hoe ik er nu over denk, dat ik denk van, het boeit me echt niet meer. Mm. Dat is over 3 jaar nog beter misschien, snap je wat ik bedoel? En dat is wel echt het belangrijke voor mensen... heel veel mensen willen het liever soms safe spelen met ga ik niks posten of zo. Ja, zeker, maar echt, dit is echt te trainen en dit is gewoon door te doen. Als jij jezelf blootstelt aan het internet, weet je wel, je krijgt vaak ook gewoon kritiek. Absoluut. En iemand die dan gewoon YouTube voor werk doet, die kan veel meer tegen die kritiek dan iemand die gewoon alleen maar af en toe een Instagram postje. En dan zit er 1 negatief persoon en dan 10 leuke comments en dan gaan ze toch heel erg focussen op die negatieve, weet je wel. En daarin ben ik echt wel gewoon zeker... Zeker in gegroeid afgelopen jaar. Ja, precies. Jaar, echt ook gewoon met kleding dus, weet je. Dat krijg ik ook wel eens een comment. Dan probeer ik iets nieuws, een beetje met experimenteren. Een beetje een nieuwe gekke outfits. Broek. Ja, en dan natuurlijk. Krijg je ook wel eens van, ik voel dat niet, weet je. En eerst zat het me dan nog wat dieper van, weet je wel. Ja, en nu denk ik echt van, ik draag wat ik wil. En I don't give a... Weet je? Maar heb je toen je de keuze had gemaakt om die kleding, toen je kreeg die negatieve reacties... Had je toen de keuze van, had je niet 1 moment in je hoofd gehad van, heb ik misschien de verkeerde keuze gemaakt? Dat heb ik zeker vaker gedacht. Ja. En ook wat ik wel nog een beetje besef en waar ik ook wel in geloof, is dat mijn relevantie ook wel een beetje te maken heeft met, eerst pakte ik het ook een beetje verkeerd aan, dat ik met die dure merk, kijk, ik heb dit. En het komt heel erg snel bij mensen over van... Dat showen, ja, precies. Dus ik denk dat daardoor ook een beetje te maken heeft... dat ze toch dachten van... ik ga Anthony niet meer volgen, want die showt alleen maar... en die voelt zichzelf, weet ik veel. Weet je wat ik bedoel? Ja. Terwijl ik zeker wel gewoon zelfverzekerd of zo ben... maar het is echt, als je mij een beetje beter kent... Ja. Ik ben best wel down to earth. Ja. Tuurlijk, het is wat minder dan die dag 1 Anthony, weet je wel. Ja, want je tijd is je ook belangrijk en et cetera. Maar ik weet niet. Ik ben nog steeds gewoon... Ik geef ook niet zo heel veel om dat materialisme. En daar wou ik het dus ook al een beetje bij het begin over hebben. Weet je, dat ik het liever toch wel in reisjes of in ervaringen. En ook gewoon van als het verkocht moet worden, dan boem, het boeit me niet, weet je. En het maakt mij ook niet meer... Eerst dacht ik dus, want ik had toen 4-5 jaar geleden een video gemaakt dat ik een Rolex kocht. Ja, en dat was echt een superleuk moment, weet je. Leuk, ja. En daar was ik wel echt trots op, weet je. Ik had dat nooit gedacht. Opeens zat ik gewoon... En de volgende dag ging ik hem halen, weet je. Toen was het nog wel echt zo van... Toen die Rolex om mijn pols zat, van ik voelde me stoerder, weet je. En als ik dan misschien een avondje uitging zonder de Rolex... was ik toch niet even de zelfverzekerste. En nu heb ik dat niet meer, weet je wel? Oké, dus dat is... Kijk, tuurlijk, met een betere outfit zou ik me wat zelfverzekeren. Ja. Maar het ligt meer echt aan mijn moed van binnen. Mm. En dat is eigenlijk ook wat eigenlijk bij iedereen zo is. Absoluut. Het komt allemaal van binnen. En we maken onszelf zogenaamd zelfverzekerder door te denken van, dit en dat zit mee, weet je wel? Ja, zeker. Maar wat ik wel altijd merk is... Ik was dan laatst ook in Tenerife, weet je. En ik spreek gewoon echt... iedereen aan die ik moet. Ik ben daarin echt best wel sociaal. Dus ook dames, op Italianen hier. En het wil niet stoer doen van ik heb ze allemaal... dat viel allemaal wel mee. Ja. Maar gewoon een praatje maken, weet je wel. Uh-huh. En ook 1 keer even awkward dat ik opeens even dicht viel, weet je wel. Dat hoort er ook bij. Maar op vakantie sowieso, dan ga ik sowieso veel meer uit mijn comfortzone. Dat is ook echt een aanrader voor mensen, weet je wel. Comfortzone gewoon, gaan, zeker. Precies. Dat sowieso... Ik ben er weer even kwijt. Ja. Dat maakt niet uit. Ik heb heel veel onderwerpen waar ik sowieso nog, denk ik, ik en de kijkers heel veel over willen weten. Ja, als het gaat om bijvoorbeeld een relatie. Ja.
Is dat iets wat je zou aanraden in jouw journey? Je hebt misschien verschillende relaties gehad. Ja. Je bent nu single, neem ik aan. Ja, klopt. Is die keuze bewust? Ja. Of ja, ik raad echt aan single zijn, man. Dus je hebt vriendin? Ja. Nee. Nee, ik heb daar wel eens een keer een serieus gesprek met iemand over gehad. En ja. Dat was toevallig mijn autorapper, zeg maar. Ja. Dus die weet je. En die had dan een vriendin. En die zei ook van, ja, het is goed voor mij. Want als ik met vrienden alleen maar uitging, gingen we alleen maar flessen smijten en zo. Ja, dus ja, het verschilt heel erg, weet je. En sommige mensen worden ook juist heel passief als ze een relatie krijgen. En ik ben ook soms wel eens ik heb maar één relatie gehad en dat is alweer 13 jaar geleden. Ja. Maar als ik een beetje ging daten met iemand of zo en het is niet helemaal de juiste persoon, dan ga ik soms toch even wat meer chips of wat dan ook eten. Ja, ja, tuurlijk. En gewoon, en gewoon wat langere Netflix dagjes. Dus het verschilt heel erg van persoon tot persoon, weet je wel. Ja. En als je de juiste persoon ook vindt, die kan je ook zeker ook een beetje achter je reet aan gaan. En ik denk dat jij gewoon op dit moment helemaal goed zit, weet je wel. Ja, dus, zeker. Ja. Maar voor mij was het gewoon sowieso bij het begin heel erg mijn intentie, zeg maar. Ik wou echt het liefst gewoon even... Nog steeds? Op dit moment? Nee, ik sta er meer open voor. Meer voor open. Maar ja. Het heeft nog steeds geen haast. En dat vind ik het leuk. Ja. Omdat ik dan 30 ben, is het normaal. Dat is het settelen. Maar in mijn hoofd voel ik me echt nog wel best wel 25, zeg maar. Ja, weet je wel? En dat is... ja. En gelukkig ook een beetje genen en gezonde lifestyle zie ik er ook niet helemaal 30 uit. Dus nee, dat werkt ook nog in mijn rol. Ja, dat klopt. Ja, maar ik heb er geen sociale druk op. En dat is nice. En naast, natuurlijk, ik denk aan mijn toekomst. Ik werk aan mijn toekomst. Absoluut. Maar ik maak me er soms niet te druk om. En ik had wel dan onzekerheden met YouTube af en toe. Van, hoe lang kan ik dit nog doen? Ja. Maar dan denk ik altijd van, ik ben echt een goede personal trainer en ik weet echt veel van fitness. Ja, dus ik maak me daar echt niet druk om, zeg maar, want dat kan ik sowieso nog doen, weet je wel. En de rest zie ik wel. Maar dat is hetzelfde met een relatie. Gewoon, als het komt, dan komt het. Als het niet komt, ik weet niet. Ik weet ook niet meer bijna hoe het is om dat samen, weet je. Ja, wat ik eventueel mis, weet je wel. Maar ik geloof echt wel, als je aan jezelf werkt, het komt wel vanzelf. Ja, ik vind het. Ik heb er nog wel eens over nagedacht. Op vakantie heb ik wel dat ik sneller gevoelens of zo kreeg van een meisje. Ik denk gewoon van, ik moet gewoon vaker reizen. Misschien kom ik ze daar tegen, weet je. Misschien gewoon Nederlanders. Ja, misschien maar is het hier wel dat daten. Ja. Zo gewoon dat geforceerde of zo. Geforceerde. Nee, dat moet je niet. Ja, absoluut niet. Kijk, ik woon hier heel relaxed. Ja, je kan gewoon chillen. Ja, Ja, maar om eerlijk te zijn, dat is wel... Ik heb ook... mijn vriendin heb ik toevallig... ken ik nu eens een jaartje. Ja. Maar ik was bezig met mijn eigen onderneming. Ik was bezig met vastgoed. Ja. Hele grote dingen. En ik was totaal niet bezig met vrouwen. Het ging net uit met mijn vorige relatie. Zo. Helemaal geen zin. Opeens. En opeens, ja, bam. Ik heb haar ook ontmoet op een vastgoed-event. Zo. Niet eens in een club of op een vastgoed-event. Dat is een stuk anders. En maar ik ben het volledig met jou eens van niet de druk opzetten. Ja. Maar daarbij de vraag van, inderdaad, jij bent nu 30. Ja. Je krijgt als je ouder bent steeds meer die vraag van, hey, wanneer ga je nou settelen? Maar hoe sta jij, zeg maar, zie je dat over 5 jaar? Heb je een beeld waarvan je ongeveer wil gaan settelen? Of is het echt gewoon van, ik zie wel wanneer het komt. Ik wil gewoon even genieten van mijn leven. That's it. Nou, dat genieten heb ik al gelukkig al best wel veel gedaan, zeg maar. Dus, dat is goed hoor. Nee, precies. Dus dat niet meer per se, zeg maar. Alleen het idee van vrijheid vind ik toch nog wel een beetje lekker of zo. Ja. Alleen ik heb dan nu wel een nichtje. En dat vind ik wel echt leuk om te zien, zeg maar, haar opgroeien. En ik had niks met kinderen, maar nu een nichtje vind ik gewoon echt super geweldig, weet je wel. En daardoor heb ik wel gewoon meer een kinderwens dan eerst. Zei ik dan ook nu, zoals ik net zei, heel stoer van ik zie het allemaal wel. Ja. Zei ik toen ook van, misschien neem ik geen kinderen. En ik vond het ook altijd wel interessant. Ja, een van mijn klanten, Giel Belen, heeft ook geen kinderen. En mijn oom heeft ook geen kinderen. En ik vind het soms wel interessant, weet je wel, van waarom, weet je wel. Niet? Ja, precies. Ja. En maar toch heb ik wel meer voorkeur voor wel, dus... Nee, maar dat kan. En daarom, het is iets anders dan ondernemen, de hele... Want in principe als ondernemer, of een ander soort ondernemer, ben je heel veel bezig met missie of een bepaalde passie uitvoeren. Ja. YouTube-video's maken, content creëren en heel veel andere dingen doen. Maar dan vergeet je in principe vaak soms die kant. En ik heb dat zelf ook. Ik ben heel druk met andere dingen, waardoor ik het soms af en toe een beetje vergeet. Ja. Maar gewoon niet mee bezig bent. Ja. Maar wel geniet van vakanties, et cetera. Het is ook moeilijk balans. Ja, het is wel, want toen je een relatie had, was je toen ook al bezig met ondernemen? Nee, helemaal niet. Nee. Ik was toen echt 18, 19. Zij was 2 jaar ouder, zeg maar. Mm-hmm. En ik weet wel nog dat zij niet rookte en ik wel nog rookte. Ja, en dat zij
En dat ik een week had opgesloten echt bij haar gewoon en niet mijn vrienden, dat sociale. En toen ben ik gestopt met roken. Okay. Dus zat in sommige dingen wel goede invloed, weet je wel. Maar nee, het is... ja, we zien het wel. Ja, we zien het wel, ja. Het moet echt goed bij me passen. Want ik heb ook wel eens de vraag gehad van... Hey, waarom niet met Eva en zo? Ja, ja. Maar toch iets van een gevoel dat zat van... Hey, dit gaat toch niet lange termijn werken en zo. Hmm. Dus, en ik ben best wel goed echt in naar mijn gevoel luisteren. En, ja, tuurlijk. Ja, en sommige mensen onderdrukken echt hun gevoel gewoon soms. Gewoon door hier... Maar diep van binnen weet je soms echt wel wat je wil. Of wat je moet doen. En dat is echt... Dat ik denk soms van, ik ben echt beter geworden in keuzes maken, weet je wel. En we hebben elke dag keuzes, weet je wel, van wat je al gaat eten. En zelf ben ik ook nog steeds aan het, weet je wel. Nadenken van keuzes. Ja. Hoe belangrijk zijn keuzes voor jou, zeg maar, als we het hebben over gewoontes? Dat zie je ook steeds meer habits, gewoontes. Ja. Hoe ja. belangrijk zijn gewoontes voor jou? Of welke speciale gewoontes heb jij op dit moment? Waarvoor? Ja, ik kijk dus ook nog wel eens van die ondernemers. Ja, ja. David Hawkins ook over heel veel opstaan bijvoorbeeld. En ik had mezelf, ik zeg al ook gewoon lekker eerlijk dat het niet goed geluk was. Maar ik had laatst wel echt even, eindelijk, want dat is echt mijn valkuil. Want in fitness heb je eigenlijk drie dingen altijd wat belangrijk is. Gewoon trainen, eten en slaap. Ja, en slapen is altijd mijn slechtere ding, zeg maar. Niet van het uitgaan of zo, maar ik lig liever normaal om 1 of 2 in bed. Ja, en dan 10 uur uit mijn bed. En dat heb ik echt jaren gedaan, zeg maar. Ja, ja. En ik vond dat fijn, maar ik weet wel eigenlijk diep van binnen dat ik een ochtendpersoon ben. Dus wat ik nu... ik had echt even 1 maand, sliep ik zo goed. Ik werd echt weer gewoon dat natuurlijk moe. Wakker. Ja, en dan gewoon even uit voor mijn wekker wakker. Ja, 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 ik had hem echt gewoon dat biologische klok, zeg maar. Ja. En nu heb ik dat helaas weer even niet door die vakantie. Helaas weer iets opgeschoven. Maar ik had tegen mezelf gezegd, elke ochtend... wil ik, in plaats van dat je even rustig met je koffietje liggend op de bank of zo... wil ik eigenlijk gelijk de deur uit en een half uur of een kwartier lopen. Ja, ja, gewoon 1, gelijk blootstellen aan licht, weet je wel. Beweging, dat is gelijk actief. En ze zeggen ook wel eens, weet je, met die telefoon wel of niet. Ja, ja, nou, ik zet gewoon muziek op en ik zit ook niet te veel op mijn telefoon. Ja. Maar ik probeer nog steeds gewoon dat soort dingen voor mezelf. Want ik weet dat ik meer uit mijn dag haal als ik en vroeg begin. Ja. Maar ook gewoon een goed ochtendritueeltje heb, weet je wel. Ja, dus, hoe combineer je momenteel, zeg maar, dat met tijd? Als we kijken naar tijd, je gaat in de ochtend sporten, je wordt wakker. Ja. Hoe combineer je al je werk, eigenlijk je vrijheid, je uren dat je besteedt aan YouTube? Hoe combineer je dat op een dag? Zeg maar, heb je er ook routines voor? Wel een beetje, maar niet heel vast, zeg maar. Ja, bij mij is het natuurlijk ook best wel verschillend, want ik ben heel flexibel voor mijn klanten. Ja. De ene keer sta ik er toch in de middag en de andere keer in de avond of zo. Weet je? Ja, en ik probeer ze aan elkaar te puzzelen. En daaromheen doe ik dan gewoon de e-mails en zelf sporten. En meestal sport ik voor mijn klanten. Ja, maar dus ik pas mijn workouts dan bijvoorbeeld al aan als ik een dag een klant heb, weet je wel. Ja. Maar voor de rest probeer ik vaak wel gewoon het meeste dingen gedaan te hebben voordat ik ga sporten. Dus ik heb het liefst al dat mijn klant lekker zijn voeding of zijn trainingsschema heeft. En eventueel al een beetje aan editwerk als ik het zelf doe, weet je al. Ja, precies. Ja. Want ik merk ook soms als ik echt een killer workout, want mijn workouts zijn soms toch wel, we hadden het net al over, dat we graag full bodies doen. Absoluut. Mijnen zijn soms echt 2 uur of 2 uur per kwartier. Gewoon heel pop, ja, zeker. En dan heb ik echt soms dat ik thuis nog even, dat ik gewoon eigenlijk niks meer waard ben. Dan kan ik wel allemaal achter editen, maar dan moet ik echt mezelf bijna witchclaps geven. Of je wil bijna een cafeïne, weet je wel, maar dat is ook niet goed. Ja. Dus daarom wil ik liever voor mijn workout, dat ik nog een beetje fris ben. En soms ook, als ik nog niks eet, ben ik ook soms scherper en gefocuster. Dus dat had ik ook een tijdje, zeg maar. Nu ontbijt ik dan wel weer een beetje binnen half uur vaak. Maar, probeer het. Ja, nice. Precies. Neem je supplementen? Ja, ben je voorstander van supplementen? Laat erop bouwen. Goeie vraag. Ik zelf had een periode ook dat ik zo goed als niks gebruikte. Maar dat komt ook omdat ik probeerde echt alles uit mijn voeding te halen. Want laatst ook toevallig had ik iets gepost en dat ben ik dan sinds kort gaan nemen. Maar toen kreeg ik ook al een reactie van dit is een onnodig supplement. Want dat krijg je vaak al gewoon naar binnen. Dus dan doet het weinig. Biotine. Maar dat heb ik voorgeschreven gekregen. Want ik heb het bijna nergens nog gezegd. Maar ik ga toevallig een haartransplantatie doen. Ja, nice. Ja, dus dan kreeg ik dat voorgeschreven. Ja. En waarschijnlijk krijg ik het ook al uit mijn voeding, weet je wel. En dat is dus
daarom heb ik minder supplementen nodig. Maar iemand die bijvoorbeeld niet eiwitrijk genoeg eet. Mm. Terwijl meestal de eiwit 1 veel te hoog ligt. Maar in ieder geval, dan kan het helpen. Maar ik ben zelf niet groot voorstander van supplementen. Nee, precies. Want het is toch allemaal een beetje gemaakt, weet je wel. Het is toch allemaal fabrieksdingen, zeg maar. Maar toch, het kan zeker helpen. Mm. En het is gewoon een gemaksdingetje soms ook. Denk aan je proteïnebar, proteïneshake. Ja, absoluut. Ja, precies. Dus... ja. Is het daarom ook de reden dat, misschien even de ondernemerskant erbij betrekken, maar je ziet tegenwoordig natuurlijk, je hebt dat Mobicep, je hebt Cosso, die komen allemaal met supplementenlijnen. Ja. Is dat voor jou, heb je er ooit aan gedacht om een supplementenlijn op te zetten? Naast ik kreeg je heel vaak dat, de vraag om... gewoon, waarom doe je dat niet, zeg maar? Maar ik zit best wel goed gewoon met contract en zo bij mijn protein. En ik heb wel eens een keer ook een eigen onderneming gehad in eiwitrepa. En toen had ik dus een zakenpartner en we hadden niet de beste afspraken. En uiteindelijk na een jaar zijn de wegen zo gescheiden. Mm. Maar ik heb daar ook nog over nagedacht om dat weer te proberen. Maar dan gewoon in mijn eentje. Want wat hij kon ik eigenlijk achteraf allemaal ook zelf, weet je wel. Mm-hmm. Alleen dat mag dan even nu niet binnen mijn contract. Maar wellicht... als ik dan weer om de tafel zit, dat ik daar wel naar kan kijken. Ja. Maar ik heb wel zeker die ambities, zeg maar. Het lijkt me ook wel echt leuk. Mm. Alleen bij mij heeft het ook wel voordelen, weet je wel. Want hun hebben toch wel eventueel alles komt te kijken. Ook nieuw personeel of gewoon klantenservice, et cetera. En ik hoef alleen maar te zeggen, hey, jongens, dit gebruik ik. Koop. En het zou leuk zijn als jullie het via mijn link kopen. Ja, ja, ja. Weet je wel, dus bij mij, ja... ik kon daardoor lekker focussen op mijn content en zo. Ja. Maar tuurlijk, het is heel mooi dat zij daardoor het goed voor elkaar hebben. Ja, alleen tuurlijk. Ja, weet je, is het allemaal nodig? Ik heb ook gewoon vrijheid en een online. Dat is wat ik heb gemerkt is dat vrijheid voornamelijk voor jou denk ik heel belangrijk ja, is. Ja, zeker. Is trouwens even over de samenwerking van MyProtein. Ja. Want heel veel mensen zich afmaken, fitness influencers. Hoe gaat zo'n samenwerking... eigenlijk, hoe ziet dat eruit? Is dat, word je gewoon gebeld en hey, luister Anthony, we willen met je samenwerken? Goeie vraag. Ik was persoonlijk zelf ook wel benieuwd. Dus... Ik was ook nog gewoon day one, zeg maar, met YouTube. Ja. En dan heb ik nog eens een keer Bonnie & Fitch op benaderd, zeg maar, voor een samenwerking. En toen werd ik nog geregeerd. En toen later werd ik... en toen dacht ik, lekker bitch. En toen wouden ze me later wel eens een keer. Toen dacht ik, jullie geloofden niet in me. Snap ik ook wel. Als je gewoon net... Ik stuur die e-mail. Ik had net 500 of 1000 abonnees. Ik zou ook niet reageren. Nee, maar in ieder geval... ik ben gewoon benaderd toen ik ongeveer 10.000 abonnees had. Ik was als een van de eerste, volgens mij de derde Nederlandse atleet, zeg maar. Mm. En ik ben er ook het langst van Nederland nu. Maar het was gewoon echt, ik kwam op de radar. Ze vonden mij en ze hadden denk ik daar ook iemand voor, zeg maar, die dan een beetje ging scouten voor talents of influencers, weet je wel. En het begint dan gewoon bijvoorbeeld van kijken wat jij voor hun betekent. Dus eerste maand is dan bijvoorbeeld dat je één pakketje krijgt wat al heel leuk is, weet je wel. En dan zien ze van, de kortingscode wordt gebruikt. En dan ga je rond de tafel zitten van... en dat is gewoon elk jaar opgebouwd met contract, zeg maar. Dus elk jaar, ga je opnieuw kijken van... Ja, eerste jaar ging het misschien alleen om commissie, weet je wel. Ja, ja. En toen was het misschien €250 per maand. Toen 500, toen naar 1000. En dan bouw je ervan, gaat het steeds verder door. Ja, precies. Dat is alleen als je daarover nadenkt, is het wel een beetje jammer dat je weet niet precies wat andere influencers krijgen. En er zullen zeker zijn die minder goed onderhandelen. Tuurlijk. En die misschien dus twee keer jouw bereik hebben, maar doordat ze hun mond niet open stellen of bijvoorbeeld geen goede management of wat dan ook. Ik heb nooit een management. Zelf. Ja, ik heb wel eens over nagedacht, maar ik vond het toch altijd leuker om dat soort van zelf mee te doen. Ik vond dat wel een pijnlijk idee, soms podcast, die kat. Nee, dus dus als jij minder je mond hebt, dan kan je misschien wel twee keer zo'n bereik hebben. Maar misschien verdien je twee keer minder dan een andere influencer, weet je wel. Ja, dus dat is altijd wel... ik vind het wel interessant, want ik voel me altijd af. Ik zie die Gymshark, ik denk dat jij het ook wel genoeg YouTube hebt gezien. Mike Thurston bij Gymshark, et cetera, al die promoties. Ik heb er ook twee keer drie maanden mee gewerkt. En dan kreeg ik gewoon €500 per maand. Oké, dat is dus een trial month, maar helaas... ik deed niet genoeg voor hun of zo, dus het was niet interessant genoeg. Maar toch even een paar maandjes en een beetje bijgecashed. Ervaring erbij. En mijn kledingkast is wat voller met gyms. Gymshark. Ook wat vrienden van me geblest. Contract is afgelopen, jij mag een paar hebben. Ja, precies. Ben je een fan van Gymshark in het algemeen? Bij het begin, bij die samenwerking, kreeg ik echt dingen...
dat ik dacht van zo, dit is wel echt overhyped. Ja. Maar een aantal dingen, vooral ook nu een power collectie, daar heeft van die letters op je rug, die vind ik heel mooi. En gewoon echt een goed stofje. Maar sommige dingen echt niet. En dan denk ik ook van... dan is het gemaakt echt voor wat kortere mensen. Weet je, dan had ik echt beroepspijpen die dan tot hier kwamen. Ja, ja. Niet mooi tapered of zo. Nee, gewoon echt van raar. Maar sommige dingen wel gewoon. Ja, dus echt heel mix. Ja, ja. Gymshark. Wat vind jij van de mensen... Ik zie bij... Er was laatst een commotievideo over... dat eigenlijk bijna elke influencer bij Gymshark is aangesloten... eigenlijk gewoon niet natural is. Ja, ja. Hoe heb jij dat gezien? En ik zie het zelf ook. Ik heb ook wel wat gesport. Ja. En je merkt al best wel snel. Eerst had ik zelf een heel ander beeld van wat natural was. Ja. Net als jij, denk ik al, waar we net over hadden. Zeker. Dat die grote bodybuilds allemaal natural waren. Ja. Ja, na een tijdje kom je erachter dat dat niet helemaal het geval is. Ja, dat gaan eigenlijk meer licht aan de genen en een aantal andere aspecten natuurlijk. Ja. Maar wat is jouw visie op de huidige influencer game? Is het een soort van, vind je het beeld wat nu naar buiten wordt gebracht door content creators? Hm. Vind je dat een goed beeld, slecht beeld, dat het zeg maar niet... Nou ja, op dus denk ik Instagram en ik zit persoonlijk dus niet op TikTok met scrollen en zo. Ja, dus ik gebruik het even voor mezelf, maar ook nu te weinig helaas. Ja. Dus dat vreet dan soms aan van, je moet TikTok doen. Ja, weet je. Ja, zeker. Maar nee, op Instagram zie je wel gewoon daarin best wel veel fake neddies die juist, weet je wel, doorpoppen zeg maar met veel views of omdat, ja, dat onnatuurlijke, ook al denken dan heel veel, het maakt je ook weer besproken, daar hadden we het al over, hè, weet je, zeker. Engagement, neddy, dat zijn ook weer meer comments, weet je wel, neddy or not. Maar marketing kijk, op YouTube gelukkig maakt het helemaal geen hol uit, weet je wel. Ik heb niet vergelijkbaar met hun een ziek fysiek en ik heb ook niet de allermooiste genen, zeg maar, met symmetrie of zo, maar toch hard werken en gewoon kennis, dat op YouTube werd dat gewoon gewaardeerd, weet je wel. En dat was ook eerst dus de weg die ik eerst opging. Dat kwam ook omdat ik dus influencers zag of Instagrammers of die Facebook pages hadden. Ja. Die waren toen heel groot, maar die waren dus allemaal not natural. Ja, en ik probeerde het eerst ook een beetje door te laten zien, kijk mij. En dat probeerden heel veel mensen als fitnessmodel. Maar dat werkte gewoon niet. En toen dacht ik ik bleef maar door. Weet je? Toen probeerde ik dus met die doorspel. En uiteindelijk heb ik het toen via die YouTube info video's is het me toch gelukt. Dus. Ja, wat ik veel persoonlijk zie, is dat heel veel mensen onzeker worden, juist van die niet-natural mensen. Die dus het beeld dat ons hadden een tijdje geleden van, die guys zijn wel natural. Ja. En dan blijven ze trainen, eten, voeding, de meeste rare exercises uitoefenen, maar ze worden niet precies zoals hun. Ja. Heeft dat een rol bij jou gespeeld waar je dacht van, dit is dat je naar hun keek en toen nog niet wist van, dit is niet natural, dit kan je alleen bereiken op die manier. Werd je daar ook zelf onzeker van? En wat zou je dat nu aanraden voor de mensen nu? Ik had niet per se dat ik daar gedemotiveerd door werd. Ik geloofde er inderdaad ook in dat ik zo kon worden. Maar wat wel gewoon het jammer en het kromme is aan het wereldje, is dat er gewoon heel veel over gelogen wordt, weet je wel? Want ik vind niet per se... Ik vind ook wel dat soms ze best wel te veel haat krijgen van, ze gebruiken. En dat een soort van excuus wordt van ze werken niet hard of ze moeten nog steeds keihard werken. Weet je wel? Dus, absoluut. Dus ik was laatst ook in de gym een paar keer met zo'n gozer waar ik best wel gewoon geïnspireerd door werd. Ook al weet ik duidelijk dat hij aan de juice zit. En we maken er ook gewoon een grapje over van, creatine is goed voor jou, hè? Weet je wel? Ik moet ook creatine. Precies. Ja. Maar hij heeft een supermooi gebalanceerd fysiek, weet je wel? En ik weet gewoon dat hij hard werkt. Alleen wat wel zo is, ik heb een paar keer met hem getraind. Wij moeten heel anders trainen. Hij kan heel veel volume hebben. Ja, en de eerste workout deed ik met hem echt mee. En toen dacht ik echt van, hier is voor mij echt wel goed. Weet je? Ik doe al 10 werksets voor mijn borst, terwijl ik normaal maar 7 doe of zo. Weet je, maar ik vind wel dat het wel jammer is, omdat er dus sponsors en het om geld draait, wordt er gewoon veel over gelogen. En weet je, het zijn toch nog de mensen die meestal te weinig verstand hebben van wat kan je nou natuurlijk bereiken, die er dan in geloven. Maar ik kreeg ook wel eens van die mensen van de vraag van, denk je dat die naturel, denk je dat die... En soms denk ik van, ik focus niet meer zo op anderen, weet je. Ik kijk gewoon waar ik heen kan met mijn fysiek. En en het maakt me ook niet meer uit hoeveel ik wel kan tillen of niet kan tillen. Ik ben ook gestopt met bankdrukken bijvoorbeeld. Okay. Want ik heb gewoon erbij stilgesteld van, het is niet mijn oefening qua kracht. Ja. Ik word er ook niet per se veel groter van qua borst. Want er zijn oefeningen waar ik beter mijn borst voel. Ja, dus waarom zou ik het eigenlijk nog doen, weet je wel? En als ik naturel blijf, en 120 is mijn plateau.
hier heb ik ook kritiek over gehad, van ik geloof dan niet dat ik 140 kan bereiken. Hmm. En sommigen zeggen van ja, maar dat, je moet wel niet zeggen, dit kan niet. En, en misschien met heel goed trainen 125 of heel, misschien 130. Yeah. Maar die 140 of 150, ik heb geen aanleg zonder anabolen. Ja, je hebt gewoon een grens, weet je wel. En dat, dat is gewoon van... En ik ben dan, dat, als ik een kant kies van kracht of fysiek, dan ga ik meer voor fysiek, weet je wel. Mm. En daardoor ben ik ook weer anders gaan trainen. Dat ik af en toe nu slomer train en meer voel. Atletischer. Ja, en nog steeds dingen geleerd en zo. Dus ja, ik vind het juist wel leuk dat ik weer mijn schema zo heb omgegooid. En, ja, dat weet ik ook. En ik vind het ook wel fijn dat er zijn 3 benches bij ons. En nog steeds zijn ze vaak op maandag bezet. Ja, en nu hoef ik daar niet meer om te stressen, want ik skip hem lekker. Ja, ja. Hoe belangrijk zijn... Die vraag krijg ik, tenminste persoonlijk hoor ik vaak. Die vraag stelde ik mezelf ook toen ik erachter kwam dat genen een beetje een rol speelde. Ja. Wat zijn genen? Ja. Wat doen ze? Hoe belangrijk vind jij genen? Op een manier van dat iemand niet vooruit kan gaan of wat dan ook. Daar geloof ik sowieso niet in. Maar meer op het manier... Op van de symmetrie, daar wat meer... En sommige spiergroepen bij iemand... die gaan gewoon nooit helemaal in verhouding zijn, weet je. Dan, de ene lopen de schouders achter, heel veel borst. Ja. Maar ook echt, denk ik, de helft komt echt door fout trainen... en de schouders die te veel bemoeien. Maar ik denk met echt excuses... Kijk, er zijn sommigen misschien met echt een soort van stofwisselingsziekte of zo... dat je dan echt heel moeilijk kan bulken of zo, tuurlijk. Lastig, ja. Maar in principe kan iedereen wel, weet je wel. Mm. Alleen je moet wel echt... Het eten, slapen, trainen, gewoon echt goed aanpakken. Mm. Maar ik denk dat genen, ja, dat iedereen wel een beetje... Het is geen excuus, laten we het daar houden. Nee, zeker niet. Om toch iets te bereiken. Ja, klopt. Ja, ik denk dat we nog uren over fitness kunnen hebben. En ik heb ook nog wel heel veel vragen. Ik denk dat heel veel mensen nog heel veel vragen hebben. Waar ik wel over wil beginnen is de content, het content creëren zelf. Ja. Want ja, er zijn heel veel mensen die nu content willen creëren. Je zit op TikTok, je zei het net zelf. Ja. Op Facebook, die short video's die je overal ziet. YouTube Shorts, Snapchat... Ja. Maar toch zie je heel veel mensen stoppen na een tijdje. En wat is jouw tip voor content creation toen? Als jij nu weer opnieuw zou beginnen, je hebt 0 volgers. Hoe zou je het nu aanpakken? En wat zijn de dingen waar jij tegenaan liep toen je net begon? Kijk, dat is ook het ding altijd. Eigenlijk het liefst als eerst wil je zien welke niche is er nog markt. Ja. Maar ja... Als jij gepassioneerd bent met fitness, dan ga je toch niet in een andere markt waar je wat minder over weet of waar je minder gepassioneerd over bent. Hm. Dus sowieso proberen wel uniek te zijn, zeg maar. Welke aanvulling kan jij geven? En als er bijvoorbeeld iedereen doet dit op informatiegebied, proberen dan op een andere manier, weet je wel. Maar toch inderdaad, ja, wat je al zegt, die korte filmpjes. En heel veel mensen die willen ook gelijk gaan investeren met dure camera's kopen. Maar kijk zeker eerst of je het met je telefoon gewoon lang kan volhouden. Ja. Want tegenwoordig de nieuwe telefoons zijn echt wel gewoon goed kwalitatief. Mm-hmm. Weet je? Dus ik heb ook bijvoorbeeld mijn laatste 3 video's uit Mexico allemaal met telefoon gefilmd. En dat ging gewoon puur uit gemak. Mm. En stel jij vindt toevallig kleding heel leuk. Waar nu echt nog een markt in is, is gewoon wat ik 1 keer heb gedaan. Wat dragen de mensen in Amsterdam? Mm-hmm. Gewoon dat je met je telefoon gewoon simpelweg naar mensen. Je hoeft niet eens een hoeveel is je outfit waar dat je samen zo gefilmd wordt. Nee, je kan gewoon naar iemand toe lopen. Wat draag jij, weet je wel? Ja. Zoek een beetje leuke mensen. Wees een beetje sociaal, weet je. Dat je gewoon een fijn gesprekje met mensen. Zoiets kan nog heel erg goed pakken, weet je wel. En doe die video's dan ook nog op TikTok wat kort, weet je. En dat is echt nog iets waar iemand nu gewoon goed, weet je wel, benefits kan uithalen, weet je wel. Dat denk ik ook. Ja, en in Amerika is het al, heb je al zoveel concurrenten. Maar hier in Nederland valt dat echt nog mee met heel veel dingen, weet je wel. Dus er staan eigenlijk zoveel kansen voor mensen. En dat was ook met mij, als ik niet aan YouTube, ik vraag me af... Of er dan toen al andere mensen waren begonnen. Maar het was gewoon voor het opdraven van... Kom op, man, niemand doet het, ik moet dat doen. Ja, ja. En ik was heel onzeker. Hè? En ik was echt slecht in presenteren. Maar je bent doorheen gewerkt. Ja, precies. Is dat, ondanks dus de... Want we hadden het over je ouders. Die waren er niet per se altijd mee eens dat je ermee bezig was. Klopt. Hoe ben je daar doorheen gegaan dan? Naast dat je onzeker was. Dus je hebt wel best wel veel weerstanden... Ja, waardoor je doorheen moest überhaupt. Klopt, zeker. Ja, dat vrat wel aan me. Want echt, weet je, ik gaf van natuurlijk heel veel wel om hun mening. Ja, maar tuurlijk. Toch, ik wist wel gewoon door middel van die YouTube-video's te kijken... dat het gewoon interessant was en zo, weet je wel. Ja. En als je echt iets graag wil, dan ga je toch niet snel tegenhouden door iets, weet je wel. Mm. En dat presenteerde mijn ouders. Ik had weinig verstand van camera's. Ik wist niet hoe ik moest editen.
op YouTube, edit tutorial, weet je wel. Alles is gewoon tegenwoordig makkelijk te leren en te vinden op het internet, weet je wel. Dus ik heb ook in mijn leven echt heel weinig boeken gelezen. Echt, sommige ondernemers zijn dus wel echt altijd van dit en dat. Ja. En ik heb wel één goed boek, zeg maar. Maar echt te weinig, zeg maar. Maar gewoon, ik heb wel echt veel artikels gelezen, bijvoorbeeld over fitness, bijvoorbeeld, weet je wel. Mm. En heel veel YouTube, gewoon. Ik keek gewoon liever mijn filmpjes, weet je wel. Mm. En daar hield ik mijn aandacht bij. Maar echt, gewoon als je echt iets wilt, dan vind je echt wel een weg. En het is wel erg lastig als je geen support krijgt, maar van je vrienden ga je soms ook geen begrip krijgen, weet je wel. En toch, als jij echt iets wil. Ja. Dan hou je het wel. Ja, daar ben ik ook wel van mening op. Ook al denk je soms van niet, dan denk je af en toe op het juiste pad. Ja, en uiteindelijk is het ook oké om zulke mensen een beetje uit je leven te halen, absoluut, toch? Ja, precies. Heb ik ook gedaan. Ik denk dat jij ook het genoeg hebt gedaan. Ja, mensen komen, mensen gaan. Ja, dat merk ik vanzelf. Uiteindelijk zie je er pas achteraf dat het beter was om ze te laten gaan. Ja, zeker. En uiteindelijk ook als je ouder wordt, dan ga je er echt achter komen dat het een soort van wat eenzamere wereld is. Want absoluut. Bij het begin, als je jong bent, heb je echt nog 10 vrienden en dan of 20. Uiteindelijk weet je ook gewoon dat er eigenlijk maar een aantal voor je zijn. Heb je een keer een zware periode of weet dan ik wat? Dan was hij het meest. Dan zie je wie er wel nog voor je staat, weet je wel. Dus, dus wil je eigenlijk wel zoveel vrienden. Ja. Daarom zeggen ze, hou je cirkel klein. Ja, zeker. Is het, als ik kijk naar voordat je 16 was, voordat je begon met video's opnemen, wat deed je toen? Wat zeg maar, was je de braafste jongen? Was je de beste? Wat voor jongen was het? Was Anthony? Goeie. Ja, nee, ik... Dat viel wel mee eigenlijk. Gewoon op school was ik eigenlijk best wel de clown van de klas. Ja, echt. Ik heb ook echt op 2 middelbare scholen gezeten. Okay. En ik heb ook dus nooit ben ik in de 4e klas geweest. Ja. Ik ben van de 3e klas naar de ROC niveau 1 gegaan. Echt niveau, het laagste wat er was, zeg maar. Ja. Ja, en ik vond het gewoon leuk om grapjes te maken. Ik wou nooit op de les focussen. Mm. En ik keek gewoon uit naar de pauze. En ik rookte dus nog een beetje sigaretten. En ik chillde gewoon. En ik was gameverslaafd, ja. Gameverslaafd? Ja. Ik was, en daar was ik echt in zo'n game. Maar was ik wel met de mindset van ik wil de beste worden. En ik had echt zo'n Europese ranking. Ik was echt eens een keer in de top 20 of zo, weet je wel. Welk spel was dat? Dat is een heftige vraag. Kijk, toen die tijd had je ook RuneScape was heel erg populair. Ja, maar dit heette Maple Story. Maple Story. Ja, dat is een beetje een soort van anime-achtig 2D. Ja. Ja, en ik was er helemaal verslaafd aan. Ik gooide er ook geld in, weet je wat die opwaardeerde. Dat je helemaal gekke outfits of zo. Ja, dat heb ik bijna nergens online. Dat is wel grappig dat je dit vroeg. Zo nice om te weten. Ja, maar ook gewoon wel Call of Duty, weet je, gewoon online shooten. Dat ik ook Modern Warfare of zo. Mm. Dan was ik ook wel eens een keer met zo'n prestige. En niet, laat zeggen, maar ik was wel echt gewoon best wel goed, weet je wel. Mm. Dus ik ben wel games, ik ben wel zo verslaafd gevoerd. Ik heb dus dat roken gehad, gamen. Ja. Ja. Maar is het, stel je voor, je zou nu terug kunnen naar die periode dat je game, dat je rookte. Zou jij iets anders doen in die periode? Of zou je in de afgelopen, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, zou je iets anders doen? Of iets anders hebben gedaan? Of iets anders doen waar je nu spijt van hebt? Of zie jij alles als leer iets waar je van hebt geleerd? Ja, nee, dat zo ben ik wat altijd wat meer. Van dat leren, wat ik wel nog waar ik nog steeds trots op ben in die periode, is dat ik bijvoorbeeld, ik had dan echt superveel geld op dat spel, of armor, weet ik veel, hele dure items. En ik gooide gewoon alles gewoon letterlijk een soort van op straat weg, dat mensen dat konden oprapen. Gewoon op een manier van, ik kan niet meer terug, weet je wel? En dat was echt een manier voor mij om dat spel los te laten. Dus daar was toch een bepaalde mindset van, Anthony, stop ermee. Je weet dat je niet gelukkig bent, want in die game was ik dus succesvol. Maar als ik even die ding uitzette, dan begon de realiteit. Was ik onzeker en dan begon de realiteit inderdaad. En ik wist gewoon van, die realiteit is toch belangrijker, weet je wel. En ik ontvluchtte echt voor mijn geluk naar die game. En ik weet niet welke games nu allemaal daarin zijn, maar ik denk dat er zo mensen zijn die dat meeste... Absoluut. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die in dezelfde... Ja, precies. Nu eigenlijk hebben wat jij toen had. Ja, en die misschien dat jaren in zitten. Ja, zeker. En gelukkig maar een korte periode, het is steeds wel... En ik ben eens een keer teruggekomen, hè. Ja. Heb ik weer alles weer opgebouwd of zo. En dan misschien minder sterk of zo, maar ja, toch dat het... Zelfde spel? Ja, zeker ook. RuneScape heb ik zelf ook wel veel gespeeld, maar... Habbo was ook vroeger dat ik wel, maar met credits. Dat was wel minder erg natuurlijk, maar ging ook wel wat geld. Ligt er aan wat je deed. Ja, precies. Habbo Bank, Habbo Bank. Ja,
Nee, maar in ieder geval... ja, ik ben niet zo iemand die per se met spijt leeft. En ook gewoon, wanneer ik begon... Mm-hmm. was dan gewoon voor mij ook het moment dat ik het aandurfde... en dat ik ready was, zeg maar. Ja, en dat is ook weer een ding van wanneer is het goede moment. Dat vind ik ook wel altijd interessant. Want aan de ene kant bestaat er een soort van goed moment... maar aan de andere kant niet. Want op welke manier wel is zeg maar van... of je er echt klaar voor bent, weet je al? Weet je zeker dat je er nu een succes van gaat maken? Maar welke moment niet? Heb ik het over de drukte of... juist geen drukte. Want als jij te druk bent, is het soms niet een goed moment. Want dan heb je geen tijd. En als jij alle tijd hebt, word je vaak lui. Dan word je heel lui, ja, zeker. Dus soms is het echt goed om bezig te zijn... of gewoon een opleiding nog te volgen. Ja. En daarnaast je side hustle of je passie dingen te hebben. Want echt, als jij denkt van... oh, ik ben klaar met school, dan heb ik alle tijd. Of een tussenjaar. Je tussenjaar ga je toch meestal niet, als je nog niet bent begonnen... optimaal gebruiken. Je gaat toch ergens lui worden met uitslapen, feestjes en zo. Dus eigenlijk is het echt goed om jezelf bezig te houden. Bezig te houden. Ja. Dus ontwikkeling. Eigenlijk, de ontwikkeling in jezelf vind je dat nu wel het belangrijkste om te doen. Stel je voor, jij zou nu iemand... er komt een jongen naar je toe. Of stel je voor, ik stel de vraag van... waar zou ik nu deze markten, al deze markten qua vastgoed, crypto en aandelen... zijn allemaal ruk... waar kan ik nu met beste met tijd of geld in investeren? Waar zou jij nu je tijd en geld het meest in investeren? Poeh. Ja, omdat ik bijna niet anders ken, zou ik toch snel naar de online wereld gaan. En dan toch nu inderdaad eerder of combinatie YouTube, TikTok, zeg maar. Ja, en natuurlijk het liefst ook nog Instagram erbij. Want dat heb ik dus ook nog bij het begin heel goed gedaan, zeg maar. Sommigen denken dus dat ik gewoon YouTube-filmpjes maakte... en er was dus de markt en ik groeide. Ja. Maar ik had ook nog echt zonder daar ooit een opleiding voor gedaan... of enige boeken, had ik gewoon heel slim gemarket. Ik had gewoon op elke platform... had ik bijvoorbeeld mensen gevolgd, geliked... op Facebook mensen toegevoegd als vrienden. Van 400 vrienden was ik in een half jaar of in een jaar... naar 5000 vrienden gegaan, wat de max was... door middel van mensen body fit op pagina of post like, dan ging ik ze toevoegen. Dat was vroeg. Dus dan wist ik al dat zij in de fitness interesse zaten, zeg maar. Ja. En toen had ik ook een standaard notitie wat ik copy paste en dan zo van sorry voor het toevoegen. Ik maak fitnessvideo's op YouTube en hopelijk heb je daar wat aan. Dat was nice. Ja, zoiets. Je was vroeg. En iedereen vond het oké. Er was één iemand die zei van hey, dat heet spammen. Ik ga jou rapporteren. Ja, ik vond het wel een beetje eng. heb ik al die werk gedaan. Maar ook wat ik dus sliep altijd laat. Van 11 tot 12 ging ik dan altijd liken op hashtags. Fit Dutchies was gewoon bijvoorbeeld een hele... Ik vind ik wel, zeker. En toen ging ik gewoon scrollen, like. En ik dacht altijd van... In plaats van dat ze me alleen terugliken... Wat meestal gebeurt, dat je een likeje terugkrijgt... Kunnen ze je gaan volgen. Ja. Ze kunnen op mijn website klikken voor schema's. En ze konden voor een YouTube-view zorgen, weet je wel. Zeker. Dus ik zag alleen maar win in die situatie. En ik ging gewoon lekker met muziek een uur lopen. En elke dag deed ik dat. Weet je wel? En dat is ook een ding wat mijn relevantie wat minder. Want uiteindelijk toen ik 50.000 abonnees had, of 30.000, toen deed ik dat niet meer. Want toen had ik gewoon samenwerkingen en het sneeuwbaleffect, weet je wel. Dus ik hoefde niet meer te marketen. En ik ging ook... nog commenten onder alle Nederlandse kanalen. Zelfs onder Monica Geus of desnoods had ik. Ja, maar ook Enzo Knol, like als je een luie zondag hebt. En elke kind, niemand doet wat. Dus iedereen, 1000 likes had ik op die comment, weet je wel. En iedereen zag me met dat half naakte profielfoto met mijn sixpack. En dan zien ze toch van, hey, hij maakt van die thuisworkouts of zo, weet je wel. Dus ik maakte ook heel breed video's. Dus toch 10% of zo die op mijn kanaal belanden, die ging of abonneren of keek een paar video's van me, weet je. Ja, dus ik had echt best wel goed gratis gemarket. Door gewoon vet veel tijd erin te besteden. En ik zei altijd als motivatie, zeg maar zelf... Oké, je kan content maken. En dat kost moeite. Maar het is helemaal zonde als je niet gevonden wordt... en die moeite voor niks doet. Je moet nog meer moeite doen. En dat is het marketen. En dan gaat het wel belonen, weet je wel. Dus echt content maken is één. Maar dat marketen, dat is... Ik vind het heel bijzonder hoe je toen op die leeftijd al erachter kwam. Wat ze eigenlijk nu nog steeds gebruiken. Ja. Die strategieën die je nu opnoemt, gebruik je nog steeds. De follow en unfollow. Ja. Ja. En de likes. En de, maar hoe ben jij zonder opleiding of zonder iets daar gekomen? Je ging gewoon YouTuben. Ik heb geen idee eigenlijk. Heel benieuwd. Ja. Dat is echt wel een... Dat weet ik. Kijk, op YouTube had ik dat al wat meer door, want ik zat al veel op YouTube. Ja, en dan zag je al die hoge like, comment. En ik weet niet precies... maar wat ik wel
toen die tijd nog had, had ik ook een app daarvoor gewoon. En dan kon je met één min op de knop dat gewoon precies op die plek bleef. En dan hoefde je alleen maar zo. En had je 100 mensen in 1 minuut tijd ontvolgd. En dat was geen spam, weet je wel. Dus toen... Later kwam er natuurlijk van Instagram uit bescherming... dat je niet zoveel mensen kan volgen of ontvolgen. Ja. Maar toen ik daar net aan begon, was toch het goede moment. En dat heeft me ook zeker geholpen. Dat het gewoon zo makkelijk... Het kostte voor mij heel weinig tijd en moeite. Ja. Ik zag gelijk wie mij niet terugvolgde. Dus met een app, bam, weet je wel. Ja, maar ik deed echt op alles. Dus van 4000 volgers... Toen begon ik met YouTube trouwens op Instagram. Ja. Had ik 4000 volgers. Mm-hmm. Toen ging ik naar 26.000 volgers op Instagram in 1 jaar. En daarvan zijn er misschien maar 1000 of 500 van die 10.000 abonnees... wat ik ook in 1 jaar had behaald. Heb ik misschien maar 1000 volgers, als het het al was, naar Instagram. Dus daar had ik dus echt wel 22.000 volgers. Ja. Ongeveer 21.000, denk ik, echt wel van alleen dat volgen en ontvolgen. Dus heel veel mensen dachten ook, omdat mijn YouTube groeide... dat mijn Instagram daardoor... Dat was niet helemaal niet het geval. Echt helemaal niet zo. Het was gewoon dat ik Instagram zelf aanpakte als een eigen platform. Ja. Ik maakte dat populair en ik maakte mijn YouTube. En het werkte heel goed samen. En ook nog in combinatie met die 5000 vrienden op Facebook. Dus zo had ik de marketing aangepakt, ja. Dus ik weet ook echt niet waar ik het vandaan had. Ja. Ik vind het wel interessant om te horen dat jij op zo'n jonge leeftijd gewoon daarmee bezig was. Ja. Over jonge leeftijd gesproken. Wat, we hebben de ondernemerskant gehoord, de content creation, de serieuze Anthony. Maar wat heb je in vrije tijd gedaan? Hoe was jij in het weekend en hoe kijk je daar nu naartoe, zeg maar? Ik weet niet wat je deed. Je was vooral veel aan het gamen, zei je. Ja. Maar wat deed je nog meer? Was het uitgaan? Gebruikte je af en toe een blootje? Ja. Of wat drinken? Ik ging nog best wel redelijk uit toen ik 18 was of zo. Dus gewoon soms echt donderdag, vrijdag, zaterdag. Gelukkig woonde ik ook dicht bij Amsterdam. Dus dat scheelt. Dat triggerde ook, Maar het scheelde wel, want voor mij was uitgaan niet per se suipen. Want ik dronk bijna geen alcohol. Is dat door ik fitness? Was je niet heel veel mee bezig, toch? Nee, klopt. Ah. Ja, ik was op mijn 14e volgens mij bij een huisfeest. Toen had ik echt van alles door elkaar gedronken. Ben ik over mijn nek gegaan. En toen was ik er zo van geschrokken dat ik het bijna niet meer wou. En toen heb ik ook dus op mijn 21ste weer een beetje leren drinken. Van weet je, spannend, hoeveel kan ik, weet je wel. Dus ik heb heel lange tijd dus geen alcohol daardoor gehad. En dat ben ik eigenlijk achteraf best wel dankbaar om. Ja. Want heel veel, je ziet het... Of toen die tijd was het nog 16 trouwens, de leeftijd om te drinken. Ja. Maar ik ben best wel wat uitgegaan. Maar ik heb daar best wel... Als ik echt tel hoe vaak ik echt dronken ben in mijn leven... dan kan je echt nog bijna zeggen 10, 20 of zo. Ja, en dan we hebben het wel over hoe dronken. Ik ben volgens mij nog echt bijna nooit weggesleefd. Mensen me moesten dragen of zo. Ja, nee, ja. Dus, dat is echt... En ik heb ook nog nooit drugs gebruikt op het gebied dan van MDMA of... Harddrugs. Harddrugs, juist. Alleen wiet en hash. Ja. Ben je nu helemaal clean? Gebruik je niks meer? Alleen alcohol wel hier en daar. En vooral op vakanties gewoon. Ja, gewoon een drankje. Ja, precies. Soms een drankje, maar gewoon soms wel toch... meestal maar max 4 nodig. En het zit ook tegenstrijdig in mijn hoofd. Ja, en ik merk ook gewoon... Soms van 1, 2, dan heb ik er nog geen nare gevolgen van. 3, 4 is soms net wat gezelliger, maar komt er een klein beetje gevoel. Ja. Maar meestal na 4, liever niet. Nee. Ik heb toevallig ook tot mijn 14e heb ik die grens ook opgezocht. Ik wist helemaal niks van drinken. Ja. Heel mijn omgeving dronk. En toen ben ik op mijn 14 heb ik mezelf gewoon het ziekenhuis ingezopen. Zo. Ja, coma. Bijna coma gezopen. Ja. Lag met -5 buiten de grond. Was bijna onderkoeld en bijna overleden. Daar was ik ook van geschrokken. Toen een hele periode niet gedronken. Precies wat jij zei. Oh. Tot de 20ste, 19e gewoon niet meer gedronken. Oh, ja. En daar uiteindelijk heb ik daar nog wel die gedachte aan van... Gewoon met maat. Ja, aan de ene kant is het dus goed geweest dat je even die keer... Want die ene keer heeft er nou even voor gezorgd dat je zoveel keren niet hebt gedronken. Ja, ja, zeker. En kijk, ik zeg dan wel af en toe ook gewoon tegen jonge gasten die ziek bij mijn gym... Die zijn 18, 19 en die willen ook een beetje TikTok-dingetjes. En die vinden het wel interessant wat ik doe. En die helpen mij ook af en toe even met een storytje. En ik zeg ook soms tegen hun van, weet je... Je kan echt wel in je 18 tot je 20ste ongeveer... Weet je, lekker die feestjes, het hoort bij het sociale leventje vandaan. Weet je, huisfeestjes tot aan parties. Toch moet je wel een beetje ook je grens weten, weet je. Ja. En niet te gek. En natuurlijk, als je wel genieten. Maar als jij weet gewoon van, dat ik wil echt succesvol worden. En ik wil echt alles uit het leven halen op dat. Dan moet je wel opofferingen maken. En ik vind dan wel echt, hoe eerder je soort van die rem trekt van...
Mm-hmm. Ik ga wat minder drinken of ik ga minder uit. En net zoals ik, hoe ik dat met dat spel had aangepakt, dat ik alles had opgeofferd en weggegooid. Misschien moet jij dat dan doen met niet meer uitgaan als jij daardoor niet meer drinkt. Maar ik hoor ook wel eens op festivals van, drink je gewoon niet op een festival, weet je wel? Mm. Ik kan dat wel, maar sommige mensen kunnen dus niet geen drugs gebruiken of geen alcohol drinken op een festival. Ja. En ik snap dat het leuker is omdat je altijd je ervaring hebt met dus drugs of alcohol. Maar ik heb dus die ervaring niet met drugs en ik maak het nog steeds heel leuk. Ja. Maar dus de tip die ik dan echt geef is gewoon niet te lang in die periode met dat zuip. Want je twintigen, bij mij in ieder geval, is heel cruciaal geweest voor mijn ondernemen. En ik weet dat er mensen zijn die misschien in hun 30 of 40 of 50ste pas hun onderneming en doorbraak maken. Weet je, maar ik geloof wel dat het een hele belangrijke periode is in je leven, je 20ste en 30ste. Absoluut. En hoe langer je die soort van studenten lifestyle en wat dan ook. Kijk, niet iedereen hoeft een ondernemer of succesvol. En die vindt misschien nog een aantal punten van dit allemaal interessant. Ja. Weet je wel? Daar keek ik laatst ook weer van de Matrix en de System, toch? Ja, ik ken die wel. We horen ook inderdaad wat de mensen zijn die gewoon graag voor een baas werken. Of gewoon ieder geval voor een baas. Maar je hebt ze ook nodig, toch? Ja, precies. Ja, in principe. Precies. Maar de mensen die echt weten van het ondernemen en dat is mijn ding. Ja, dat is mijn ding. Dan moet je wel echt opofferingen maken. Mm. En dan ook gewoon dus soms mensen ontwijken. Want ik had dat dan ook. Ja, tuurlijk. Ik ging dus op een zaterdag editen. Want ik had woensdag en zondag altijd een video online. Ja. En dat was altijd wel dus voor mij dat. Ik was ook al die gast die laatste moment, weet je wel. De zaterdagavond was voor mij best wel vaak een editavondje geworden. Ja, tuurlijk. Dus ik skipte heel vaak die feestjes. En dan kreeg ik wel nog die telefoontjes van Anthony, ga je met dit mee? En dit mee? Hmm. En tuurlijk, ik had de verleiding gaf. Oh, ik heb best wel zin. Ik zit liever in de club. Maar toch waren dat die opoffering momenten, weet je wel. En ook eens een keer met editen, dan liep hij vast. En frustratie, moest ik alles opnieuw doen. Ik heb toen echt een klein traantje, maar ook gewoon een beetje van woede, weet je wel. Want je bent boos op je editingprogramma. Gewoon echt, was zo zwaar. En ook gewoon, ik heb echt even daardoor dieptepunten en shit gekend. Ja, gewoon met editen. Ja. Is dat een van je grootste opofferingen die je hebt gehad? Jouw, de feestjes, waren dat echt de grootste opofferingen? Of heb je ook andere opofferingen die je had moeten doen die een stuk zwaarder vielen dan? Nou, ook één keer kwam je heel mentaal binnen van die feestjes. Van zo, weet je. Je ziet andere mensen allemaal om je heen nog heel erg van die feesten en dat. En ik geniet nu minder. Ben ik eigenlijk dan wel goed bezig en zo? En heb ik dan wel goed balans of zo? En toen zei ik tegen mezelf, nee, maar Anthony, jij bent gewoon een beetje anders. En jij wilt dit heel graag. Mm. En toen koos ik gewoon echt duidelijk ook voor de succes / fitness, weet je wel? Ja, en ik wist gewoon dat ik daar opoffering voor maak. Maar ik vond dat toen even een mentaal even een zwaar momentje. Ja, precies. Dus. Want op die leeftijd heb je inderdaad een vriendengroep die je niet misschien zelf hebt gekozen, die een beetje geforceerd is door de middelbare school waar je zat, of de plek waar je op school, of tenminste waar je woonde. Ja. Maar hoe keken hun uiteindelijk? Liet ze jou helemaal met rust? Liet ze jou gewoon gaan? Of, want ik neem aan dat je dan steeds minder vaak gebeld werd op een zaterdag. Liet ze jou gewoon gaan, zeg maar? Liet je uiteindelijk helemaal los? Nou ja, ik ben eigenlijk gelukkig altijd wel een beetje een persoon geweest die echt, hoe noem je dat? Die eigenlijk altijd zijn eigen ding was, weet je wel? Dat was vroeger al met een campingvakantie. Hmm. Gewoon zeiden de gasten van, zullen we dit pingpong of zo? En ik wil dit en ik ga dit doen. En dan moest ik het in mijn eentje, weet je wel? Ja, dus dat had ik altijd wel een beetje. En daar wisten ze al wel een beetje mee, weet je wel? Ja. Maar dat viel wel mee. Dat viel wel mee. Ja, er was wel best wel begrip voor. Ik had ook dus niet een hele grote vriendengroep en ik was altijd ook weer goed om even een tijdje weer met iemand anders om te gaan of zo, weet je, als het moest. Hoe snel wist jij, op welke leeftijd wist jij, ik ben anders? Of ik voel me anders? Toevallig wou ik het daar dus nog een beetje over hebben. Ja. Ik had echt eens een hele gestresstvolle periode in mijn leven. Mm-hmm. Toen was ik dus ook gestopt met sport- en bewegenopleiding. Okay. In het laatste jaar, waardoor ik nog een studieschuld ook kreeg. Maar omdat ik eigenlijk al wist met YouTube of personal training echt wat ik wou. En ik moest allemaal dus verslagen en dingen wat ik met tegenzin moest doen. En ik kon, het vrat zo aan mijn geluk, zeg maar, dat ik dat ik echt niet meer wou. En mijn moeder supportte me toen echt nog daarin. En die hielp me daar gewoon toen bij met dat stoppen, zeg maar. Ja. Maar toen was ik echt helemaal een beetje doorgedraaid. Ik weet niet precies
Waardoor ik nou zo gestrest word. Maar ik had zoveel gedachten, zoveel ideeën. Mm-hmm. Helaas niet zo heel veel uitvoering nog. Maar ik wist toen echt al van, ik ben anders. En ik had ook even een moment dat ik tegen mijn moeder zei... Mam, met mij komt het echt goed. We keken ook vaak... We keken ook heel vaak voor die talentprogramma's. So You Think You Can Dance, zingen en zo. Yeah. Ik word een zanger of ik word dit. Ik zei echt tegen mijn moeder van... dat was een beetje achteraf een beetje gek. Weet je wel. Ik zong nooit, weet je wel. En ik zeg gewoon van, ik kan een zanger worden en ik kan dit. Maar de enige kern, er zat wel een kern van waarheid achteraf dus absoluut, ook in. Ja, maar ook gewoon van, als jij in jezelf gelooft... en als jij echt iets graag wilt, dan... Ja, dan kan dat, weet je wel. Als je dat, dus dat was wel het interessante van dat. Maar ik weet echt nog die dag dat ik dat tegen mijn moeder zei. En toen kwam ik ook vaker erachter dat ik anders was. En ik had ook, hoe was je toen? 22, 23. Ja, dat was echt een beetje heel veel nadenken. Heel veel YouTube. Ook gewoon een beetje een soort van research en toch bezig zijn. En ook mijn vader af en toe. Hey, zit je weer achter de computer? Of zit je weer zo'n... Ja, dat soort dingen. En ik weet ook nog, mijn pa had toen best wel een mooie leaseauto. Een Audi A5. Yeah. En af en toe mijn avonden was ik gewoon alleen. Ging met de Audi A5 Amsterdam in. Yeah. Ging gewoon best wel rijden, muziek en zo. Yeah. Maar ging ik ook af en toe, ik weet niet meer waarom. Maar ging ik op Leidseplein. Ging ik een beetje stilstaan met muziek. Ging ik een beetje om me heen kijken en een beetje nadenken en zo. Ja. En dan... ik weet niet meer precies wat er allemaal toen... Maar ik was toen al een beetje anders gewoon. Ik wou gewoon alleen zijn. En mijn andere passie is ook heel erg muziek, zeg maar. Ik heb vroeger, had ik ook een ambitie met virtual DJ. Ik vond DJ toen heel interessant. Ja. Maar ik was al altijd al een beetje van... Waar ga ik mijn weg in vinden? En wat is mijn succesding? Gelukkig is dat uiteindelijk dan via YouTube zo gegaan. Ja. Maar muziek is ook wel altijd een ding geweest. Ik heb ook echt een periode in mijn influencer life. Heb ik ook een keer contact gehad met een DJ die me het een keer leerde. Want ja, ik had gewoon zo'n ritmegevoel. En ik vond het altijd zo leuk om mijn playlist op te zetten voor anderen. Daar had ik ook nog eens een keer over nagedacht, zeg maar. En als het niet met YouTube had gewerkt en ik had nog steeds veel meer tijd en daar... Wellicht had het via die manier, weet je wel? Ja. En wat ik eigenlijk ook soms interessant vind, ook omdat ik me inspiratie van kleding veel uit de rappers, weet je wel? Ja. Ja, ik heb ook wel eens gewoon uit verveling heb ik gewoon teksten opgeschreven. Ja, ja. Ging gewoon een beetje rappen, gewoon, weet je wel? En dat is wel een ding, kijk, het kan ook afleiding zijn als je gewoon al ergens goed in bent. Tuurlijk. Maar soms is het wel zonde dat je eigenlijk meer talenten of interesses hebt. Ja. Klopt. Om jezelf te herhouden op één ding. Weet je. Je ziet het ook gewoon dat af en toe succesvolle mensen met iets beginnen en uiteindelijk een hele andere kant op gaan waar ze nog succesvoller mee worden. Zeker, weet je wel? Dus en ik denk dat zij allemaal ook dat soort momenten hebben meegemaakt of zo. Weet je. Super interessant. Ik denk dat deze kant van jou denk ik niet heel vaak nog naar buiten is gekomen qua persoonlijke kant. Maar ik denk inderdaad ook met muziek. Ik doe hele andere dingen dan eerst. Want mijn passie was altijd muziek. Inderdaad rappen, teksten opschrijven. Ja. En instrumental beats opzoeken. En dan gewoon proberen te spelen. Ja. Maar je was misschien... Ja, je was best wel jong. Ja. Maar uiteindelijk die passie... Of voetbal. Hetzelfde verhaal. Heel veel mensen beginnen met voetbal. Gaan uiteindelijk een hele andere kant. Ja, klopt. Maar wat is jouw grootste levenles die jij zou kunnen bieden... Of tenminste kunnen meegeven aan de mensen die nu kijken. Die net willen beginnen met ondernemen misschien. Of het eventjes niet meer weten. Van welke kans op moeten gaan. Wat is een levenles die jij eerder had willen weten? Nou, sowieso dat het eigenlijk oké is dat het af en toe even zwaar is. En dat je niet altijd goed voelt, weet je. Want daardoor voelen we ook ons beter. Dus ook al zien anderen gewoon online, vooral nu deze tijden, dat anderen het goed hebben. Ja. We hebben allemaal onze struggles. Allemaal is een keer dat de band lek is of dat je, weet ik veel, iets kapot gaat. En iedereen heeft gezeik, weet je wel. En we hebben allemaal slechte dagen. En kijk, tuurlijk, je kan je leven echt verbeteren door middel van meer vrijheid te hebben. Daar geloof ik echt in. En ook gewoon financieel niet meer een probleem is. Dat scheelt ook weer in je probleem. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Maar ja, dat is wel echt iets waar ik gewoon kijk, dat het er een beetje bij hoort. Weet je wel? Ja, tuurlijk. We zeggen altijd van focus op het positieve. Ja. En daar ben ik het zeker heel deels mee eens. Want het is echt heel veel scenario's in je dagelijkse leven. Die heb je zelf in de hand hoe je je voelt. Dus ik had laatst dus ook een lekke band met mijn elektrische fiets. Yeah. En je kan dan wel helemaal op jezelf gaan tieven. Maar je kan ook gewoon met een glimlach je fiets vooruit duwen. En ik kom wel thuis, weet je wel. Maar we maken die problemen van, oh, ik moet dit. En ik moet slapen. Yeah. En ik heb morgen dit. En weet je wel.
gewoon of als je in de file staat, je helemaal gek maken en toeteren en zo. Dat heb je allemaal zelf in je hand. En dat is echt een soort van mentale coaching. Ja. Een kant die we niet op school geleerd krijgen met hoe je met je emoties en al die dingen om moet gaan. Maar dat is wel iets wat je echt gewoon moet trainen. Gewoon. Om te doen. Ja, precies. Ik vind het eigenlijk een hele mooie afsluiter. Ja, man. Ik vond het een hele goede, mooie podcast. Ik denk dat hier heel veel kanten van jou naar buiten zijn gekomen. Ja. Ik weet meer over jou. Ik denk dat de kijkers heel veel over jou weten. Ja. En ik ben heel benieuwd. We gaan zo wel eens volgende keer twee doen. Ja. Ja. Thanks voor de podcast. Ja, ik wil jou vooral bedanken. Ik vind je echt heel goed in dit. Dus ik hoop echt dat er veel mensen zijn die ook gewoon bij jou terecht gaan komen. Want je bent echt goed in dit. Dus ga daar sowieso mee door, man. Dat wordt sowieso gewaardeerd. Ja, ik vond het sowieso een leuk gesprek. Ja, ik wil zeker een deel 2 eigenlijk. Ja, gaan we zeker over een half jaar of een jaar. Over 2 weken in Dubai. Nee, ziek, hè? Ik vond het echt leuk, want... Eerst dacht ik wel van, weet je, 2 uurtjes. Ja. Het is alweer 11 uur, s'avonds. Ja, het gaat snel. En ik kom naar Rotterdam, hè. En ik moet nog 1,5 uur terug. Maar ik vind het nice. Ik heb die echt wel voor over. Ik vind het leuk om te doen, man. Ja. En ik ben blij dat we allebei hebben genoten. Ja, zeker. Thanks. Later.